Ik heb die fout gemaakt toen ik 1 week in Gent woonde. Ja, ik kom van Limburg, dus voor mij waren meeuwen zo... Oh, wauw. Ook is iets anders dan duiven. Ik was zo, en die meeuwen kwamen zo op mijn balkon. Ik was zo, maar ik ga die gewoon een beetje voeren. Allee. Oh, nee. Dus ik heb zo'n stuk brood en ik woonde op derde. En ik gooi dat zo op een auto. En die auto was me echt... compleet ondergescheten, maar ik kon niet ondergeschieten. Dat is wel een keigoeie tip als je iemand echt niet graag hebt. Ja, oh, gewoon... Rol dat in auto, ja. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden beticht. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezwicht. Dit is het Nerdland. Maandoverzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Een goeie dag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. Vandaag is het maandag 27 november 2023 en ik zit hier met Els Aerts. Hallo. Jeroen Baar. Hoi. Hetty Helsmoortel. Dag lieven. Natta Kerkhoffs. Hallo Kes. En Kurt Beheit. Goedemiddag. Goed, het eerste item zou denk ik eigenlijk... in Silicon Valley nieuws gemoeten hebben, maar ik kan er eigenlijk niet vanuit van er gewoon keihard mee te openen. Science is the greatest show on earth, wordt wel eens gezegd, en je kan dat in verschillende flavors krijgen. En nu kregen we soapserie, of een beetje Game of Thrones. Waar heb ik het over? Ik heb het over de OpenAI saga. Voor de mensen die niet mee zijn, heel kort, OpenAI is het bedrijf dat onder andere ChatGPT maakt en DALL-E, dus een zeer actieve commerciële artificiële intelligentieontwikkelaar en aanbieder in Amerika. De leider daarvan, de CEO, is Sam Altman, een soort charismatisch Silicon Valley figuur. Nou, charismatisch voor Silicon Valley. Ja, tuurlijk, maar ja, zoals Zuckerberg. Zoals Zuckerberg. Maar eigenlijk... dat is nu eigenlijk sinds een jaar, een jaar en een half dat hij ook een beetje meer bij de science-followers zoals wij in beeld komt. Daarvoor was dat al een celebrity bij de gorillas, in Silicon Valley zelf. Maar voor ons past hij nu ongeveer wel in het rijtje van Musk, Zuckerberg, Bezos, Gates enzovoort. Maar Jeroen, die werd plotseling ontslagen bij OpenAI, wat denk ik voor veel mensen, zoals ik ook, een keiharde donderslag bij een kraakheldere hemel was. Ja. Het was op een vrijdag, ja, voor ons namiddag, dat ik hij plots, nog, was op plots ontslagen werd. We weten allemaal waar dat we waren. Ja, voilà. Diana's dood, Michael Jackson dood, Sam Altman ontslagen. Drie keer gewoon thuis. Ja, die werd dus plots ontslagen en er was heel veel onduidelijkheid waarom. De eerste berichten waren, er was ontevredenheid over zijn communicatie met de board. En daar hebben we meteen al het eerste probleem. OpenAI is niet heel normaal gestructureerd als bedrijf. Omdat dat oorspronkelijk een non-profit was, is hun board niet opgebouwd uit mensen die noodzakelijk een stake hebben in het bedrijf. Daar dus die veel geen commercieel belang hebben. Die geen commercieel belang hebben bij het bedrijf. En daar zou het dan toch gerommeld hebben. Dan waren er ook wat geruchten van de zus van Sam Altman die hem zou beschuldigen van seksueel ongepaste gedragingen en zo. Dat is dan gelukkig snel ontkracht. Met de zus zelf of met iemand anders? Onduidelijk, onduidelijk. Okay. De zus en Sam hebben een soort van relatie die zeer woelig is. Wat? Maar het werd al snel duidelijk dat de reden van de breuk lag tussen een beetje een tweestrekkingen die zich over de hele wereld en ook in Silicon Valley aan het voltrekken zijn. Mensen die vinden dat het met AI niet snel genoeg gaat en dat we voluit op de gaspedaal moeten duwen. Sam Altman dan? Ja. Ja, en mensen die dat zoiets hebben van, oh ja, pas op, misschien moeten we toch een beetje nadenken waar we misschien mee bezig zijn. De risico's, weet ik veel wat allemaal. En die twee kampen moeten geclashed hebben, waarbij het huidige boord eerder was van, oké, wij zijn oorspronkelijk een non-profit, we zijn dat al lang niet meer, maar misschien moeten we nadenken over dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. Misschien moeten we sustainable development doen. Want OpenAI is momenteel een bedrijf dat er enorm veel geld aan het doorbranden is. Allee, ja. Venture capital, Silicon Valley-stijl, die zijn nog niet winstgevend. Hè? Ik dacht training van GPT-4, $200 miljoen dollar, denk ik. Enkel voor de training betaald. $800,000 per dag aan compute-kosten. Wow. En dat is allemaal goed en wel als je... met 13,1 miljard gesponsord wordt door Daddy Microsoft. Maar er zijn wel wat belangen in dat bedrijf, waardoor het sneller en harder moet groeien. En ja, dat was niet naar zin van de board. We hebben nu enkel nog maar de openingsaflevering van de show. Absoluut. Dus dat was vrijdagavond. Dus de board ontslaat Sam Altman. Voor iemand zoals ik, die compleet niks kent van bedrijfskunde, bedrijfsstructuur enzovoort, ik zie Sam Altman als hoofd van
OpenAI. En ik denk, hoe kunnen ze die nu ontslaan? Dat is toch de baas. Maar dus je hebt dan blijkbaar een board. Lag dat met... het is bijna NMB-stijl. OpenAI zijn 3 bedrijven, waarvan het er 1 een non-profit is. Okay. Heel ingewikkelde structuur, waardoor die dus kon ontslagen worden. En waardoor ook de hele vrijdagavond mensen van OpenAI geïnterviewd werden. Zelfs mensen met een vrij hoge functie. Die ook niet konden antwoorden op waarom dat die ontslagen is. Omdat die... En eigenlijk, die board of directors, die kan apart in een vergaderruimte kruipen. Iets beslissen, dan naar buiten brengen. En dan pas weet de rest van het bedrijf. Correct. Ja. En dan werd het zaterdag en dan werden denk ik de investeerders kwaad. Microsoft die zowat zijn hele toekomst op AI aan het inzetten is. Ik kom regelmatig op plekken waar Microsoft Copilot gepitcht wordt en dat wordt alles. Alles wordt Copilot door Microsoft, de nieuwe, slimme assistent. De nieuwe clipje op steroids. Absoluut, ja. Maar voor je bedrijf, voor je thuis, whatever. En dan heeft de baas van Microsoft gezegd van oké, wij gaan Sam Altman aannemen voor ons eigen team te leiden hier. Wel, Altman heeft natuurlijk onmiddellijk gezegd, ik heb hier een dolk in de rug gekregen, compleet onverwacht. Maar dat is ook dat is geen commerciële haai, hè. Dat is een idealist waar anderen het mee oneens zijn, maar die schrijft ronkende columns over universal basic income en hoe gaat AI de economie te goede komen voor iedereen en zo. En nu ook weer ging het over, maar ik wil het beste voor AI en door mij te ontslaan maken ze een grote fout en de werknemers staan aan mijn zijde, wat ook wel bleek, want 70% van het bedrijf wou mee opstappen als hij vertrok. Correct. En dan dus zaterdag kondigde hij aan en kondigde de baas van Microsoft aan. We hebben gesprekken gevoerd en Sam werkt nu bij ons. En een andere man, Greg Brockman, wil ik zeggen, maar ik ben niet zeker over zijn achternaam. Brockman zat in de board of directors en was blijkbaar de enige nog... Tegenstem. De enige nog medestander van Sam Altman. Dus hoe moet je het zien? Misschien toch een beetje geschiedenis van OpenAI. Begint eigenlijk bij Musk. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En begint eigenlijk zelfs bij het bezoek van Demis Hassabis aan Elon Musk. Dus we zitten nu heel ver in... We hebben nu al onze grootheden ongeveer opgenoemd. Maar dus, setting the scene. Toen die Musk nog leden had. Inderdaad. Ja. Daarover straks meer. We hebben nu de scene gezet en nu gaan we zo in de flashback. Dus je denkt dat zo een beeld dat begint te wiebelen. Blablabla. En nu in een soort sepia-kleur, jaren terug, komt Demis Hassabis op bezoek bij Elon Musk. Die krijgt een rondleiding in de raketfabriek. Die praten over de toekomst. En... Hassabis, de man van DeepMind. Inderdaad, ja. Demis Hassabis, de oprichter van DeepMind, die de Go-computer gemaakt hebben, enzovoort. DeepMind, toen nog geen eigendom van Google. Nee. Dus, Demis Hassabis komt op bezoek bij Elon Musk en zij praten over de toekomst in grote termen natuurlijk. En Musk heeft het over zijn bedreigingen voor de menselijke soort en we moeten multiplanetair worden, want de mensheid wordt existentieel bedreigd hier op aarde door, en hij noemt op, klimaatverandering, oorlog, nucleaire dingen enzovoort. En Demis Hassabis voegt daar op dat moment aan toe en artificiële intelligentie. En Musk zegt, allee jong. En Hassabis doet een lange uitleg aan Musk waarom dat hij denkt dat vergevorderde, superintelligente AI een bedreiging kan zijn voor de mensheid. Die hij niet onmiddellijk ziet, hè, in de verre toekomst. Musk neemt dat serieus en die begint daar steeds meer over te praten tegen vrienden. Een van die vrienden is Larry Page van Google. En blijkbaar verschillende zomeravonden lang hebben die zware discussies waarin dat Musk zegt AI kan een bedreiging zijn voor de mens als soort. En Larry Page zegt, dat is toch helemaal niet waar. En Musk zegt onder andere, maar het menselijk bewustzijn is iets waarschijnlijk iets uniek in een heel groot stuk van de melkweg, misschien het heelal. Dat moet bewaard worden. En als dat vervangen wordt door AI, gaat dat verloren. En Larry Page zegt, ja maar, als AI ook een bewustzijn krijgt en we vervangen ons bewustzijn nu door een artificieel, is dat toch even waardevol. En dus even zien hoe diep dat we in de krochten van de wietsmorende, filosoferende pubers gekropen zijn. Musk zegt, menselijk bewustzijn moet bewaard worden. Larry Page zegt, als dat ooit vervangen wordt door AI-bewustzijn, is mij dat ook goed. Die spreken over dingen die nog niet tastbaar zijn. En Musk vertelde ook over Demis Hassabis, die hij ontmoet heeft met DeepMind en wat een boeiende mens dat is. Wat gebeurt er enkele maanden later? Google koopt DeepMind. En Musk schiet in een soort angstreflex en die zegt, ja maar, die Larry Page, waar ik mee babbel, die volgens Musk dan de gevaren van AI niet ziet, die heeft nu een van de beste AI-onderzoeksinstellingen ter wereld gekocht. En Musk beslist daar en dan, ik ga mijn eigen AI
onderzoeksinstituut oprichten. En dat zal open source zijn en dat zal geen commercieel doel hebben, maar als doel hebben AI veilig te houden en de mensheid te steunen. En hij spreekt daarvoor iemand aan die op dat moment heel populair is in de start-up middens in Silicon Valley. En dat is Sam Altman. Bij Y Combinator is een van die grootste venture capitalists. Ja. Basically, dat is een groep mensen die met heel veel geld die op heel veel bedrijven inzet om de volgende unicorn te vinden. Start-ups in gang zwaaien. Maar die open daarin vind ik ook wel belangrijk. Want ik ben ook Musk zijn een biografie aan het lezen. En hij wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen toegang geven tot artificiële intelligentie om ermee te leren werken. Ja. Zodanig dat onszelf kunnen beschermen mocht dat ooit te groot of te gevaarlijk worden voor ons als mensheid. Hè? Ja. Zoals alles bij Musk, hè, ontdekken we nu in die nieuwe biografie van Isaacson, bijna alles bij Musk komt ergens uit een soort grootsprakerige superheldenmissie. Maar dus de moment dat hij OpenAI opricht samen met Sam Altman, staan al die ideologische bedoelingen echt gewoon in steen gebeiteld. Het is open source, het moet de mensheid ten goede komen en dingen als door het te verdelen aan andere mensen is er minder gevaar. Ook Neuralink, en daar was ik mij voorheen niet van bewust. Hè. We hebben het hier altijd over de apen die mishandeld worden enzovoort, maar zijn idee daar was ook van, hij vindt dat eigenlijk de tijd tussen het bedenken van iets in ons brein en dat bijvoorbeeld typen op een computer of op een gsm, dat daar een enorme vertraging op zit. Ja. En de reden waarom dat hij eigenlijk die breinen rechtstreeks wil gaan uitlezen, is ook voor een stuk om ons te gaan beschermen tegen artificiële intelligentie. Maar dat wist ik niet. Ja, wel, inderdaad. Jan Rabaye, de Belgische professor die mee brain-computer interfaces ontwikkelt, die zegt ook van ja, de bandbreedte tussen het menselijk brein en de computer is veel te traag. Ja. Maar Musk voegt daar dan aan toe, omdat blijkbaar heeft hij altijd een soort existentiële drive nodig om iets uit te bouwen. Musk voert daar aan toe. Machines gaan superintelligent worden. Als wij niet nutteloos willen worden, moeten we een zo goed mogelijke connectie tussen het menselijk brein en de machine bouwen. Dat was wel een nieuw inzicht voor mij. Ik wist dat ook niet. Ja. Ik ben er ook niet helemaal mee eens. Er zijn commentaren die beweren dat dat ook een beetje retrofitting is van wat dat de bedoeling was op die moment. Dat kan. Stop. Maar goed, waar zitten we nu? Ja zaterdag. Musk en Altman hebben samen OpenAI opgericht, maar na een tijdje beseft Altman, het trainen van die modellen wordt steeds duurder, omdat dat altijd groter en groter en groter wordt. Je hebt immens veel rekenkracht nodig, enorme datacenters met grafische kaarten, die moeten betaald worden. En Sam Altman zegt op dat moment, wij gaan dat enkel maar kunnen betalen door een commercieel product aan te bieden, wat dan later ChatGPT geworden is. Iets waar dat veel mensen effectief voor willen betalen, zodat wij inkomsten hebben. Want zonder die inkomsten kunnen wij nooit de AI ontwikkelen die wij voor ogen hebben. En Musk is het daar compleet mee oneens. En die zegt, nee, onze missie is duidelijk. We gaan niks commercialiseren. En ook, we gaan het niet wegsteken. We gaan het open source houden. We gaan het niet geheim houden. Dat was Musk zijn bedoeling. En daar komen we tot een breuk. En daar vertrekt Musk uit OpenAI. Blijft Sam Altman achter. Maar installeert, Musk onder andere, installeren ze wel een soort veiligheidssysteem, namelijk die board of directors. Dus Musk zegt, weet je wat, ik stap hier gewoon uit, kies voor uw commerciële strategie, maar jij bent als commerciële CEO altijd uitleg verschuldigd aan een board of directors die wel de originele missie onderhouden van veilig en die deel is van de OpenAI non-profit. Dat is die NMB-achtige structuur van drie bedrijven die elkaar. Dus de non-profit controleert het miljardenbedrijf. Ja, klopt. En het is die board of directors die dus vorige week gezegd had, Altman zijn strategie gaat te snel en brengt risico's met zich mee. Wat die risico's zijn, hebben ze niet letterlijk gezegd, waardoor dat iedereen immens speculeert. Er is een nieuwe AI in ontwikkeling bij hen, Q-Star heet die. Ja, dat is puur. Dat is ook maar een bericht dat er achteraf gekomen is. Dat is voor mij marketing. Dat is puur marketing voor mij. Want we kunnen dat niet checken, we kunnen dat niet verifiëren. Het zou een AI zijn die zo'n grote stap genomen heeft, die basiswiskunde kan oplossen op een manier dat ChatGPT nu niet kan. En dat zou absoluut de sleutel zijn tot AGI en alles dat erbij komt kijken. Dat is voor mij. Maar dat bedrijf heeft veel imago-schade geleden nu. Dus ik denk dat daarin moet kaderen. Zo, eigenlijk de stap van GPT-3 naar GPT-4 is eigenlijk al groot. Dat ding kan echt veel meer, is veel betrouwbaarder. En wat zij een beetje op hinten is,
de volgende ontwikkelingsstap zou de stap kunnen worden die plotseling economisch zeer betrouwbaar wordt. Je kunt nu niet op vrijdagavond naar huis gaan en aan ChatGPT vragen om je boekhouding in orde te maken tegen maandagochtend. En zij zeggen dus, denk ik een beetje, de moment dat dat wel kan, gaat de hele snelle impact op heel veel jobs zodanig groot zijn dat dat eigenlijk ontwrichtend is. In de pers wordt daar dan AGI van gemaakt. Voor de duidelijkheid, AGI is Artificial General Intelligence. Dus een AI die niet één specifieke taak kan, zoals schaakspelen. Maar een AI die een beetje alles kan, waarvoor Steve Wozniak de koffietest uitgevonden heeft. De koffietest is een soort aanvulling op de Turing-test. Dus Turing-test was de moment dat je praat met een computer en je kunt niet meer zien of het een mens is of een computer, zijn ze intelligent. Daar zijn we voorbij. Nee, daar zijn we niet voorbij. Er is vandaag een paper uitgekomen die dat de verschillende moderne AI-modellen aan een Turing-test onderworpen heeft. Okay. En minder dan 50% van de tijd slagen ze. Dus ja, ze zijn er dan nog absoluut niet. Dat okay, is ook dus zo'n soort van nog, lijntje, absoluut. Je kunt nog gaan testen en polsen, ja. Maar Wozniak heeft een soort Turing-test voor AGI uitgevonden en die zegt, het moment dat je een AI-robot in gelijk welk huis kunt laten binnenwandelen en die kan zelfstandig koffie zetten daar, dus die kan zelf beredeneren, wacht hoor, dat koffiemachine staat meestal in de keuken, ik herken dat type, ook al heb ik alleen nog maar andere types gezien, maar ik weet dat hetzelfde is. Waar hebben ze die koffie gezet? Dat is meestal in die kast hierboven. Als het daar niet staat, ga ik in de kelder kijken. En die dus eigenlijk al die redeneringsstappen kan uitvoeren. Waarom heeft Wozniak die een test gepakt? Omdat hij eigenlijk een beetje aantoont, robots werken heel goed in gestandardiseerde omgevingen. Als het allemaal dezelfde vakantiehuizen zijn met dezelfde koffiezet op dezelfde plaats, is het gemakkelijk te programmeren. Maar zo dat organische van ik moet hier een beetje zoeken en redeneren, dat vond hij de AGI-test. En wat ik frappant vind, dat is dat die Silicon Valley-believers echt, maar letterlijk doen alsof AGI around the corner is. Hè? Terwijl dat er absoluut geen bewijs is dat je daar met de huidige AI-modellen, die nog altijd tekstremixers zijn, hè? Ja. Dat je het ook draait of keert, zijn tekstremixers, die hebben geen wereldmodel. Ja. Er is al verschillende keren bewezen dat die niks kunnen extrapoleren buiten hun trainingsdata. Ja. En oké, we steken daar heel veel trainingsdata in, steeds meer parameters, maar de limiet van hoeveel dat we erin kunnen steken is stiltjes aan bereikt. En de volgende stap gaat niet komen uit tekstgebaseerde modellen. Ja, maar dat vind ik dus heel frappant, dat je binnen Silicon Valley en zelfs bij grote namen in het AI-onderzoek echt de mensen hebt die geloven Artificial General Intelligence is voor de komende 5 jaar. En ik ben nu deze maand ook langs geweest in Brussel bij de VUB, heb je het AI Lab, ja. Het Lab voor Artificiële Intelligentie, en dat bestaat 40 jaar. Ja, dat is een lab dat al heel lang bezig is. Vind ja. Ik heel tof om aan mensen te zeggen, ja, maar bij de VUB werken ze al 40 jaar aan AI, want iedereen denkt dat dat iets van de voorbije 5 jaar is. Ik ben daar langs geweest, ik heb daar een paar interviews gedaan met de mensen die daarmee opgericht hebben. Ja, Anne Noé, de professor die daar van heel vroeg bij was en die nu ook een cursus gaat geven, Roots of AI. En dat is geweldig boeiend om met die mensen te praten, omdat die zo down to earth zijn. En omdat die zo, ja, al die hype en al die AGI, heel kritisch, ja. Die schudden dat geweldig van zich af, omdat die zijn er dag in dag uit mee bezig. Die hebben gezien waar dat vandaan komt. En basically zien die vooral matrixwiskunde. Dat is het, dat is het ook. In plaats van de smoke and mirrors, zien die vooral van, ja oké, heel veel matrixwiskunde waar dat dit nu uitkomt, maar dat is ook eindig en... Maar ik vind dat geweldig boeiend. We mogen ook niet vergeten, de mensen waarvan dat je nu hoort, hebben allemaal een product te verkopen. Hè? En dat is van, ja, maar een paper die OpenAI gepubliceerd heeft. Ja, dat is letterlijk copy van een bedrijf dat niet gepeer-reviewd is, dat niet door collega's in het veld wordt geverifieerd. Ja. Er zijn heel veel dingen die wij gewoon overnemen, heel veel claims die wij gaan overnemen. Zie de Sparks of AGI paper van 6 maanden geleden, die nu geridiculiseerd wordt, van Microsoft, die dus zei van, goh, we hebben met GPT-4 gespeeld, we zien hier al hints van AGI in. Ja. Nee, hè? Marketing, daar is absoluut geen bewijs van. Maar Geoffrey Hinton heeft niks te verkopen, bijvoorbeeld. Ja, Geoffrey Hinton heeft niks meer te verkopen. Nee, inderdaad, maar wat ik wil zeggen is, ik vind het heel moeilijk voor mezelf, omdat er zijn heel veel mensen die er een pak meer van kennen dan ik, die zich zorgen maken. En er zijn mensen die er een pak meer van kennen dan ik, die grootsprakerig doen over AGI. En dan zijn er ook heel veel mensen die er een pak meer van weten dan ik, die dat heel compleet afdoen als overhyped of menselijke projectie op die dingen. Dus ik vind het geweldig lastig om nu te weten van, hoe zit het nu? Maar niemand weet dat toch, denk ik. Nee, ja. Allemaal koffie die kijken is. Ja.
We zaten bij zaterdag. Altman werkt bij Microsoft. Ja. Wat blijkt nu? Zondag zijn er teruggesprekken om Altman terug aan te nemen bij OpenAI. Dus een heel... We zijn twee dagen verder. Hij wordt al teruggecoord om toch terug bij OpenAI te gaan werken. En maandag wordt dan aangekondigd, voordat de beurzen opengaan. Dat is belangrijk, want de Dow Jones mag vooral niet geraakt worden. Dat Sam Altman toch terug bij OpenAI werkt. Dat er een nieuwe board of directors is. Dat er een hoop mensen vertrokken zijn. Onderweg had hij nog even het plan om een nieuw bedrijf op te richten. Ja, dat klopt ook. Ja. Dus allemaal in één weekend. Oh, ja. Het was ook een beetje sneu voor de interim CEO. Hè? Ja, ja, de interim CEO. Zijn er twee geweest, volgens mij. Eerst was het een vrouw. Eerst was het een vrouw en dan was het Emmet. En ik had een tweet gezien van Emmet en die zei... Emmet Shear. Ik heb een call gekregen met de vraag of ik dit zou mogen doen. En ja, ik heb dan met mijn vrouw een paar uur overlegd om te zien... Dat is toch de kans van een leven, dus ik heb ja gezegd. Oh. En dan, ik denk, 10 uur later... Klopt, ex-baas van Twitch, ex-baas, ex-Amazon kerel ook, ja. Ze hebben twee nieuwe CEO's gehad, maar het was weekend. Dus geen enkele heeft een werkdag meegemaakt eigenlijk. Correct. Ja, voilà. Ja. Ja, ja. Maar dus, er kwam dan... Had je ook een open brief van heel veel werknemers. Sam Altman, die op Twitter heel veel uitgemolken heeft van... Op Twitter, het zogezegde X. Ah, ja. Ja, van OpenAI needs its people en hartjes. Voilà. Ja. Musk heeft er dan een meme over getweet van die typische Spaanse man die geïnterviewd wordt en super hard lacht terwijl hij een verhaal vertelt. Wel, hij heeft daar zo de volledige saga eigenlijk ondergezet, maar met heel veel business termen die ik niet snapte. Dus heb ik ook maar laten passeren. Maar die board of directors, is die volledig vervangen? Want Brockman... Er zijn een paar vervangen. Vooral Ilya Sutskever, wat dat de chief tech-kerel was bij OpenAI. Dat is een man die heel hard in het andere kamp staat. Dus op de gevaren wijst. Ah, ja. En die effective altruism, dat soort... die filosofie komt daar ook bij kijken. Die heeft eigenlijk gewoon gezegd van... Kijk, het was een vergissing. Sorry Sam, kom terug. Ja. En heeft zichzelf uit de board of directors gezet. En want Sutskever is ook een hele belangrijke onderzoeker van OpenAI. Een beetje een guru. Echt nieuwe technologie mee ontwikkeld en programmeert. Dus echt wel iemand die met de voeten in de modder staat. Maar die ook op het vorige personeelsfeest de hele groep zou laten roepen hebben... Feel the AGI, feel the AGI. Ik zeg het, een soort van guru-figuur ook. Dus ja. Okay. Ik weet niet wat ik er allemaal van moet denken. Ik ben heel allergisch. Misschien een overreactie aan de marketing er rond. Het is een hele dure stoelendans geweest, waar dat op het einde van de dag uiteindelijk niemand echt financieel verlies bij gehad heeft. Want Microsoft heeft ook heel hard geleund op get your shit together voordat maandag de beurs open gaat. Want zij zijn de grootste investeerder. Dus ofwel ging OpenAI verder blijven bestaan met Sam Altman, ofwel ging Microsoft ervoor zorgen dat OpenAI maandag niks meer waard was. Dat is basically wat er ging gebeuren. Ja. En ze hebben die krachten, die financiële arm. Slag, hè? Want ze hebben ook alle resources om dat te doen. Hè? Je hebt compute nodig om je nieuwe AI-model te trainen. Wij zijn Microsoft, kies maar. Wordt het een Hollywood-film dit weekend? Misschien wel. Ja. Het volledige weekend zo. Die GameStop-stocks is er onlangs ook een film uit. Ja, Dumb Money. Ik heb hem nog niet gezien, maar dat zal wel een film worden. Ja. Het is eerder iets Succession-achtig, denk ik. Ik denk dat er een hele hoop karakters zijn die daar een beetje larger than life zijn. Of zichzelf toch zien als een soort van messias-figuur en dat er heel veel ego's botsen. Ja, ja. Maar dat heb je nu wel heel hard. Dat zo het droge zaak voeren, gelijk dat IBM het altijd gedaan heeft en Microsoft eigenlijk ook. Ja, het zit nu echt wel bij de grootspraak. Hè? Iedereen het zit wil nu Steve echt Jobs wel... zijn ook. Hè? Iedereen wil een soort van mythe, iedereen wil een soort van visie, je wilt een beetje mysterie, je wilt een ja. Maar als hij verder... Wel, dit was een zodanig eventvol weekend. Als hij dit kan volhouden, dan gaan we in plaats van Musk nieuws Altman nieuws moeten. Maar goed, hij heeft maar één bedrijf. Voorlopig. Voorlopig. Ja. Wel, dat gezegd zijnde, heel dat hoofdstuk, Hattie, zit in het Isaacson-boek, de biografie van Walter Isaacson van Elon Musk, die al een tijdje uit is, maar die wij nu eindelijk aan het lezen zijn. Ja. Wat vind je? Ik vind het een enorme aanrader. Ik zit op 600 van de 700 pagina's of zo, dus ik heb er nog een honderdtal te gaan. Ja, het heeft eigenlijk mijn blik wel compleet veranderd, moet ik zeggen. Omdat ik vind dat wij ook hier in de podcast, en zeker hier in de Vlaamse media, hoe vaak dat spectaculaire nieuws rond Musk en over die kinderen en zijn tweets. Maar die mens is echt ook een visionair en een pionier in heel veel dingen. En potverdikke, hoe dat hij sommige dingen gedaan heeft. Ja. Het is waanzinnig. Maar ik heb de vorige biografie van Ashley Vance heb ik ooit gelezen. En deze geeft echt wel 3-4 lagen dieper inzicht in waar komt het allemaal vandaan.
ook al zijn klootzakkerij wordt daar ook in beschreven. Absoluut. Isaacson gaat op zoek naar... Een verklaring. Ja. Ja. En komt dan heel snel bij de jeugd Zuid-Afrika, wat toen een soort agressieve... Wat agressie zelfs gepromoot werd vader, onder de jeugd. Zijn... En zijn pa, die een complete conspiracy believer geworden is. Het is geen hagiografie. Dat vind ik niet, nee. Hagiografie... Een zeer lovend... Integendeel. En daarom krijg ik er eigenlijk nog meer respect voor. Ik denk dat je Isaacson ook niet te strikken hebt voor een lofzang. Nee. Want hij heeft 6 maanden met hem mee. Twee jaar. Ja. Maar in moment... En dat is ook uniek aan dat boek. Dus Isaacson zit mee in bedrijfsvergaderingen. Zit mee in het vliegtuig. Hij stort zijn hart uit tegen hem over familie, over vrienden. Je ziet ook zijn donkerste momenten. Absoluut. Als hij echt in een soort duivelsmodus gaat, noemt Isaacson dat. Ja. En Isaacson was in Gent vorig weekend. Werd geïnterviewd door Wouter Verschelden. Voor Business AM hadden ze hem uitgenodigd. Amai. En dus ik heb heel het interview gezien. Geweldig boeiend. Maar ja, Isaacson is een... Je zou kunnen zeggen, eerder links-progressieve Amerikaan, heeft CNN geleid, heeft voor democratische politici gewerkt. Is het een historicus, denk ik, hè? Ik weet het niet precies. Ik denk het wel. Ik weet het niet. Maar is het meer aan die kant. En je merkt in die boek ook dat hij zo met een soort zachtheid probeert te begrijpen waar dat wild geschop van Musk vandaan komt. Je merkt in het boek dat... Sense of urgency is iets wat Musk opzoekt. Namelijk, als het te goed gaat, creëert hij een probleem. En of dat is de vraag die ik mij vaakst gesteld heb bij het lezen. Hoeveel van wat hij doet is rationeel bepaald? En dat hij zegt van, om een echte start-up mentaliteit te hebben, moet ik nu een probleem creëren? En hoeveel daarvan is gewoon automatismen die uit zijn jeugd komen, die hem gewoon bijna... instinctief duwen naar... Het laatste, denk ik. Maar herkende jij dat nu bij jezelf? Als het heel rustig is, dan begint je hoofd toch te draaien en drama te creëren. Minder dan Musk. Natta knikt naast mij. Yep. Ik kan dat bevestigen dat hij dat heel erg heeft. Ja. Want er is één periode die Isaacson omschrijft, waarin dat allemaal heel goed gaat. De bedrijven draaien eindelijk goed. Hij wordt Time Person of the Year. Hij is rijkste man ter wereld. En Isaacson omschrijft zijn onrust terwijl het gebeurt. Ja, goed. Lezen. Ja, absoluut. De Twitter-saga zit daar ook in, waarin dat er onder andere gezegd wordt... Misschien maakt hij de vergissing dat hij dacht dat Twitter een technologiebedrijf was. Ja. Maar het is eigenlijk een sociaal bedrijf. Het gaat over samenleving en adverteerders. En die en niet over menselijke interactie. En als één iets duidelijk wordt in dat boek, is dat hij geen kaas gegeten heeft van interacties met andere mensen en hoe gedraag je je sociaal acceptabel. En daar zit dan de andere kant tussen van het zeer technische en het compleet begrijpen dat de CEO zelfs kleine onderdelen van machines op de werkvloer begrijpt en verbetert, dat is een beetje het unieke eraan. Hè? Dus al zijn tekortkomingen in de sociale kant zitten in zijn enorme betrokkenheid, zijn visionaire blik en zijn onuitputtelijkheid in die werkvloer. We waren zondagochtend bij Catnet Kingsize, We hebben dus een kinderprogramma gedaan in het VRT-gebouw. Wie was er ook in het VRT-gebouw voor de 7e dag op dat moment? Walter Isaacson. All right. Dus ik kwam net de Catnet-studio uitgestapt met 1 kilo groene maïzena-pap in mijn haar. Ja. Want ik moest onder de smos douchen. Jij was verloren. Ja, gelukkig mocht ik daar een douche nemen. Ergens in een kelder waar dat nooit iemand komt. Waar dat je binnenkomt met de fiets, waar dat je kunt douchen. Ah, ja, dat je begint te werken. Daar. En dan ben ik met fris gewassen kopje in de cafetaria van de 7e dag gaan zitten. En zo met blinkende oogjes van straks komt hij hier. Ik had mijn boek nog bij, want de avond ervoor was die lezing geweest. Die was niet meegeweest onder de smosdouche, de boek. Nee. En effectief komt die man binnen en ik ga er een babbelke mee gaan doen en hij heeft mij een boek gesigneerd. Ik heb hem ook gevraagd of hij Team Musk is of Team Musk sceptisch. Right. Ik heb dat misschien een beetje gemarket. Als zijnde, de oorsprong van Team Musk en Musk sceptisch was, voor zover ik het mij herinner, dat Team Musk effectief geloofde dat hij zelf mee het genie was achter het bouwen van de raket en de machines. En dat die Musk sceptisch zei van, dat is façade en die... En hij komt alleen maar met mooie plaatjes, maar nooit met concrete dingen. En he moves the money around, enzovoort. En toen ik die uitleg deed, was Walter Isaacson compleet die Musk.
ook al heeft hij grote kritiek ook op zijn alt-right getweet en dat soort dingen. Absoluut. We hebben nog een garage vol Musk-skepsis-t-shirts die moeten verkocht worden. En lieve, ik heb er een meegegeven. Ja, ik heb hem de Team Musk en Team Musk-skepsis-t-shirt meegegeven. Ik weet niet of hij er ooit iets mee gaat doen. Maar toen hij hoorde dat wij een podcast hadden waar veel mensen geïnteresseerd in dit soort onderwerp naar luisteren, kreeg ik toch wel niet zijn mailadres zeker. En zegt hij tegen mij, zeg, als ik een keer een half uurtje of een uurtje vrij heb, wil ik via videoverbinding wel een keer een special doen met jullie. Wauw. Ja, dat gaan we niet laten passeren. Ik weet het niet. Ja, dank ervan af volgens welke definitie. Geen tech-nerd, denk ik. Maar ja, wel iemand die, ja, als je kloevers van biografieën schrijft van Da Vinci en van Einstein en van Jobs en van Kissinger. En Jennifer Doudna. Jennifer Doudna ook. CRISPR, ook een aanrader hoor. Maar we gaan met een half uur zo hard niet toekomen. No. Maar ik denk dat we het over Musk gaan hebben, want als je al de rest er... En ja, maar eigenlijk moet het ook over Doudna zeker en over Jobs ook wel hebben. Ja, zwart. We gaan zien. Ik zal hem eerst een mail sturen. Ja. Misschien was het gewoon een flirty truc, hè. Ja. Je weet nooit, hè. Ik weet niet dat gaat, of dat je telefoonnummers krijgt van iemand. En beleefd zijn in de mail, hè. Ja, voilà. Heb je die een telefoonnummer al eens geprobeerd? Want misschien komt je nergens op uit. Ja. Ja, die was zo 04... 123, 123. Ik doe dat soms, dat gewoon mijn laatste nummer veranderen. Ja, maar dat is nu wel heel dom dat je dat zegt, want als je, dan heb je maar 9 nummers te testen. All right. Wordt maar... is een nummer gegeven met de landcode van Sudan? 061. Ja. Die man is nu ontvoerd. All right. Goed. Dat was ons eerste item. Ja. 3 uur later. Expres met een mond onthouden. Maar wat wil je nog zeggen? Misschien? Nee. Ik ben een beetje allergisch aan het algemene... Oh, de manier waarop er over AI bericht wordt, vind ik in ons Vlaamse landje, is te sensationeel. Ik heb heel vaak de indruk dat er op elk gerucht gesprongen wordt, in de zin van, oh mijn god, daar is achter de schermen iets geweldig aan het gebeuren, en AGI dit en AGI dat. En heel weinig mensen ontleden het tot wat dat is, en dat is marketing. Maar echt waar. Ik snap dat volledig. Er is zo'n hele grote FOMO bij heel veel mensen. Ja. Als we de trein nu niet pakken, dan missen we hem. En niemand snapt het volledig, denk ik. Ik ook helemaal niet. Dus iedereen denkt van, ja, de kiekjes zonder kop soms. Dat zijn toch gewoon de crypto-bros die geen crypto meer hebben? Ja, zou kunnen. Wel, een stuk van de investeerders is van crypto naar AI gegaan. Nu, als je kijkt naar crypto... Ja, al die grafische kaarten, daar moest er iets mee doen. Hè? Er zit meer vlees aan, absoluut. Wel, als je kijkt naar crypto, metaverse, AI, dan is het grote verschil, dit is wel een effectief product dat meerwaarde creëert. Volgens de laatste rapporten van Axios en die S&P, die onderzoeksbureaus, heel veel bedrijven zijn nu voorbij de piek van de Gartner curve en beginnen te merken van oké, maar om dat effectief te implementeren, een demo is één ding. Ja? Ja. ChatGPT dat een foutje maakt, is haha, gesteld hem een andere vraag. ChatGPT dat in uw customer service een customer uitscheidt, één op de 500 keer, dat is een ander probleem. En heel veel problemen met kwaliteit van de data die ze willen aanleveren, want mensen denken van oké, zo'n systeem trainen, we hebben daar gewoon veel data voor nodig. Nee, je hebt heel veel data nodig om daar iets deftig van te kunnen maken. Dat je die hetsen misschien ook een beetje nodig hebt. Hè? Ja. Zodat je iedereen mee hebt met heel het verhaal. En dat iedereen erachter vraagt en dat je geld kan investeren. Er is nog een extra stap. Want jij hebt het nu over de economische bruikbaarheid. Om dat ding in te zetten om echt nuttig werk te doen in een kenniseconomie. Ja, de echte grootspraak zit hem in... Het ding gaat een bewustzijn krijgen het ding gaat niet meer aligned zijn. En alignment wil dan eigenlijk zeggen, heeft het wel dezelfde doelen als de mensheid of gaat het zijn eigen doelen beginnen nastreven? Nu, de mensen die daar zich ook zorgen over maken, ik vind die marketinghypothese zeer boeiend, want inderdaad, ze hebben allemaal iets te verkopen en ze moeten centen binnendrijven. Het zijn nog altijd wel mensen zoals Sutskever, die daar immens veel van kent. En Jeffrey Hinton ook, de man heeft het uitgevonden of scheelt niet veel. Maar ik praat dan ook veel zoals bij het AI-lab van de VUB. Die zijn 40 jaar oud, dus die gaan nu begin december vieren die 40 jaar AI-lab van de VUB met een evenement. En ik heb daar dan interviews gedaan, heel de namiddag, met mensen die daar gewerkt hebben. En ik denk dat die wel ergens online komen op YouTube of zo. Maar ik zal dat volgende aflevering laten weten. Onder andere met iemand die werkt al 30 jaar werkt op creativiteit van AI. En die, ook, dat is zo heerlijk om te zien. Dat zijn allemaal mensen die...
gerespecteerd werden binnen hun niche, maar waar dat de rest van de universiteit eigenlijk langsliep als hier zitten die wiskundige hipsters die denken dat computers gekke dingen kunnen doen. En nu opeens, na 40 jaar eigenlijk in een serverpark in de geur van de computers te zitten, zitten die nu in de AI-hittegolf, zoals dat Anne Noé het noemt. Je hebt de AI-winters gehad. En opeens begint iedereen aan hun mouw te trekken van zeg, en hoe gaat dat? En waar moet ik in investeren? En wanneer gaat dat bewustzijn krijgen? En zeggen, ja, hier is de Matrix. Zo rekende dat uit. Ook iemand die de eerste AI-winter meegemaakt had, dus die opeens zijn budget voor het aankopen van computers gedeeld door 10 zag gaan. Wat dan lastig is als je AI aan het trainen zit. Bon, maar dus het AI-lab. En als je daarmee praat, die zijn kurkdroog. Als ik zeg, ja, maar het is toch zot dat GPT-4 kan programmeren, dan zeggen die, maar GPT-4 kan niet programmeren. Nee. Die kan patronen nabootsen die het gezien heeft in zijn trainingsdata. En met Jonas de Graven... Wat is programmeren dan? Programmeren, volgens hen zeggen ze, een programmeur beredeneert een oplossing en zet die om in programmeertaal. Het uitdrukken van een idee in taal is iets dat geen enkel taalsysteem momenteel doet, want die hebben geen ideeën. In uw training toch? Nochtans, als ik moest examen doen voor programmeren, heb ik dat gewoon allemaal knal van buiten geleerd en gereproduceerd op papier. Else GPT. Ja. Voilà. Maar Jonas de Graven van DeepMind heb ik daar ook over gesproken en dan ging het ook over zo die grote gedachten van AI neemt de wereld over. En vooral het argument, we kunnen het toch altijd uitzetten, dat sommige mensen zeggen, ja, maar dan heeft het zich misschien al verspreid over het internet. En Jonas fronste ze eventjes en die dacht van, ja, maar ja, als je ziet wat een kloever van een datacenter dat er compleet synchroon moet samenwerken om die dingen te produceren, kunnen dat niet zomaar kopiëren naar de plekken waar het op kan draaien, zijn zo naar schaars. Ja, dat zich niet kan verspreiden. Maar goed, kijk, we gaan zien. We hebben een zeer amusant weekend gehad met de OpenAI-saga. Op de achtergrond draait er heel veel strijd tussen de believers en de non-believers. En die zeggen, laat het maar heel rap gaan. En die zeggen, laat ons vooral opletten. En ja, we hebben er het laatste nog niet van gezien. Ik ken allemaal niks van al die dingen, maar wel van soaps. En ik verwacht dus nog een coma of een evil twin brother. Ja, of dit was allemaal een droom. Ja. Oké, over naar... Sam Altman is zwanger van GPT-5. Van zijn zus. Oké, over naar het volgende item. En we zitten alweer bij neurale netwerken, maar dit keer wel op biologische basis. Het is namelijk 3D geprinte neurale netwerken van echte biologische neuronen. Ja, klopt. Australische wetenschappers die hebben een neuraal netwerk 3D-print. Dat bestaat uit hersencellen van ratten. En dat lijkt allemaal te groeien en die neuronen die beginnen ook te communiceren met elkaar zoals echte hersenen doen. Dus dat is tamelijk spectaculair. In die zin, men wil al een tijdje proberen om zo mini-hersenen te bouwen. Dat heeft drie grote belangen. Ten eerste het aantal dierproeven sterk verminderen. Hè, dat we daar veel minder dieren voor moeten gebruiken. Onderzoek doen naar hersenziekten, waar we echt nog veel te weinig over weten. En vooral ook een stap richting gepersonaliseerde geneeskunde. In die zin pakt over 20 of 30 jaar iemand krijgt Alzheimer. Je pakt daar een paar cellen van. Je herprogrammeert die tot hersencellen. Je bouwt daar een soort mini-brein mee. En daar kun je dan op testen van welke medicijnen werken. Allee, dat is een stap richting die gepersonaliseerde geneeskunde. Momenteel, voor het maken van die mini-hersenen, zijn er eigenlijk twee grote strekkingen die aan de gang zijn. Enerzijds heb je het idee van dish brain. Dat is eigenlijk, het wordt straks een beetje zelf, maar je gaat echt in een petrischaaltje, in een plat schaaltje. Eerst een laagje elektroden gaan aanbrengen. Metalen elektroden, ja. Daarover dan één laag neuronen laten groeien. Maar dat is één laag. Het grote voordeel daarvan is, die kunnen ongelooflijk goed uitgelezen worden, wat die neuronen doen, want die zijn letterlijk verbonden aan elektroden. Ja. Het nadeel is, biologisch compleet irrelevant, want ons brein is niet eenlagig. Dus je hebt 2D in plaats van 3D. Voilà. Ja. De tweede grote strekking is, denk dat we het hier ook al vaak over gehad hebben, die organoids, die organoïden maken, echt vanuit stamcellen vertrekken en die dingen, ja,
3D-mini-hersentjes laten maken. Voordeel daar is die biologische relevantie. Nadeel daar is, je kunt dat heel moeilijk controleren en moeilijk uitlezen. Ja. Dit hier, dit nieuwe ding, heeft een beetje best of both worlds. Men gaat een soort scaffold van elektrodes aanleggen. En daarover 3D-print men dan die neuronen. Dus in een soort bio-inkt, met ratten hersencellen en met gel vermengd. Ratten hersencellen, ja. Dat is toch het recept van de, het recept van de heks? Twee snorharen van een kat. Maar vooral ook met wat tot nu toe weinig of niet gebeurde, met alle cellen die eigenlijk ook rond de neuronen zitten in ons brein. Moeilijke woorden als astrocyten, oligodendrocyten, microglia, misschien al van gehoord. Gezondheid. die neuronen echt ondersteunen. Ja, een beetje zorgen voor de ISMO waar dat alles in blijft hangen. Exact, zo. Ja. Eigenlijk de support in een 3D-print. Ja, maar hij blijft wel zitten. Je moet hem niet weghalen. En die techniek die je nu beschrijft, is niet gewoon de eerste techniek in lasagnevorm. Het is niet dat ze laagste elektrode, laagste neuronen, laagste elektrode, laagste neuronen. Nee. Wat dat zou mijn suggestie geweest zijn. Maar wat ze wel gedaan hebben, dat ze top met lasagne. Ja, nee, maar gewoon, het is maar één laag. Ja, dat is de oplossing voor alles, lasagne. Maar dat blijft eenlagig dan. Het belangrijkste is dat in een 2D-systeem dat uw aantal verbindingen alleen maar met je directe buren in een cirkeltje. Ja. En dus het belangrijkste is dat je ook naar boven en naar onder kunt verbinden, dat je veel dichter netwerks kunt maken. Maar, nog een zeer lange weg te gaan. Het is heel klein, het is maar rattencellen, ik blijf het herhalen, met menselijke cellen, groot vraagteken of dat ooit gaat lukken. Maar hoe doen ze dat dan eigenlijk? Want ja, een 3D-printer, dat is, je hebt een bronmateriaal en dan wordt dat ergens door een printkop geduwd. Bio-inkt, ja, daar heb ik ook vragen over. Ja, als je bijvoorbeeld met plastic met een FDM-printer, die warmt dat op, bijvoorbeeld. Ja. Hoe maak je van een voorraad biomateriaal in de printvorm, dat uiteindelijk dan een andere vorm krijgt? Ja, dat is echt een grote vooruitgang. Wat ze ook zeiden, die cellen mogen niet te warm worden, want die gaan gewoon dood. Dus dat is echt het onderzoek. Vraag mij de details niet, want van 3D-printen ken ik dan te weinig. Maar willen ze dan neuraal netwerk ook logische bewerkingen laten doen? Moet dat ook kunnen nadenken en kunnen dat trainen? Kunnen zeggen, goed gedaan, slecht gedaan, dat die verbindingen veranderen? Ja, dus wat ze eigenlijk vorig jaar al gedaan hebben met die Brain Dish, dat hebben ze Pong laten spelen. Dat is juist effectief gelukt. En ja, volgens sommigen, het is weer wat de grootspraak. Zou dit geen menselijke intelligentie en geen artificiële intelligentie kunnen zijn, maar op termijn misschien een soort, ik heb het orgaanlijke intelligentie genoemd, waar dat je inderdaad neurale netwerken kunt gaan trainen. Computerbewerkingen kunt laten doen. Ja. Compleet toevallig. Ik speelde een paar weken terug in Nijmegen, in Nederland. En ik ben op bezoek geweest bij een professor daar die mij vorig jaar gemaild had. Nail Sadif Kasri is een Vlaamse professor. Die werkt in Nijmegen. En die daar zijn eigen lab heeft waarin dat hij effectief brain organoids bouwt. En ik heb een rondleiding gekregen en lievertje was op schoolreis. Wow. Het was ook blinkende oogjes en ze hebben mij daar van alles laten zien. Zij maken dus organoïden. Je maakt eigenlijk uit stamcellen maak je een mini-orgaantjes die niet functioneel zijn, maar waar je onderzoek op kunt doen. En je kunt organoïden van botstructuren maken en van lever en van alles en nog wat. En zij maken hersenorganoïden. Dus ik heb daar zo effectief zo'n schaaltje gezien waarin dat er zo 5 propjes liggen. Die zijn een paar millimeter diameter, echt zo propjes. Zot, hè? Ik vroeg hem dan, gebeurt daar nu iets in? Uiteraard zitten daar geen gedachten in of dat soort dingen, maar die vuren wel heel synchroon. Want zij hebben ook die elektronen die ze erop kunnen verbinden. Zij hebben ook dat probleem aangehaald van, in die 3D-structuur kun je van binnen niet uitlezen. En nu zijn ze, en dat is dan de link met Neuralink, zijn ze eigenlijk aan het kijken naar kleine pinnetjes die ook een stukje erin steken. En ja, ze hebben me dan zo ook de microscoop laten zien waarop dat ze die dingetjes dan laten vuren. Zij halen hun stamcellen uit bloed. Enfin, het zijn geïnduceerde stamcellen. Dus ze moeten gewoon bloed trekken bij een patiënt. Ze halen daar cellen uit die ze kunnen bewerken tot als ze terug stamcel worden. En die kunnen ze dan met bepaalde chemische impulsen zich aanzetten om neuronen te worden. En vanaf dan is dat echt een wildgroei. Dus ze hebben gewoon glucosewater en wat extra dingen nodig. En dan is dat een wildgroei van cellen die delen, altijd meer neuronen. Na een tijdje beginnen die te diversifieren. Dus zie je zo aan de rand dat die weer andere cellen beginnen worden. Dan moeten ze er dan afknippen. Het is echt zo tuinieren met hersencellen. Handjes die zo uit de... Ja, het is echt zo tuinieren met hersencellen. Laat ons gaan. Ja. En kleine voetjes aan het vormen. Ik krijg ook zo Black Mirror. Ja. Die mensen van wie dat ze dat bloed trekken, moeten die een soort van kuur volgen?
om hun stamcel count omhoog te krijgen? En vooral geven die hun consent daarvoor? Ja, want... Lieven is er op een zetel in de lobby gaan zitten en voelt een sterke pijn in zijn rechter. Maar zij zijn onderzoekers, hè? Dus zij werken in een ziekenhuis, maar aan de onderzoekskant. En het zijn allemaal patiënten met een bepaalde hersenaandoening, zoals dat gezegd, Hattie. Wat ze eigenlijk willen, dat is dat ze weten nu al dat bepaalde medicijnen voor epilepsie bijvoorbeeld bij sommige mensen het verkeerde effect hebben. En nu zou... Dus hun toekomstbeeld is dat je echt bij een epilepsiepatiënt bloed laat trekken, stamcellen maakt, hersentjes laat groeien en dat je daarop... Die gepersonaliseerde geneeskunde. Dat je daar 20 medicijnen op uittest. Supercool. En dat je ziet van, dit organoïde reageert daar goed op, dus we gaan deze pakken. Wat zij ook hadden, en dat vond ik echt heel cool om te zien, zij hebben een soort chipje met elektroden om dingen uit te lezen, waarop dat zij neuronen laten groeien die ook zo die uitlopers maken. Hè? Dus, die, axonen. Ja, dus de axonen, zo die verre uitlopers om signalen te geven naar andere neuronen. Zij kunnen, omdat dat chipje zo fijnmazig is van elektronen, kunnen zij de snelheid van het signaal door het axon volgen. En dus ik heb daar zo een filmpje gezien waar dat je een neuron ziet vuren en dan zie je zo vertraagd dat signaalje door dat axon. Je ziet dat zo vertakken in verschillende dendrietjes. En dan uitkomen bij iets anders. En zo zouden zij kunnen onderzoeken of dat bepaalde... Het signaal overtraagt. Inderdaad. Ja. Te traag, te snel, te veel... Maar het is echt, het was heel cool om te zien. Zo'n vertraagd filmpje van zo'n vurend en dan liever op de achtergrond. Fire together! Dat is mijn idee van een schietscène in een goede film. Dat is eigenlijk gewoon zo... Maar dat klinkt toch allemaal sci-fi eigenlijk? Ja, ja, als je zegt printen met bio-inkt in mijn hoofd, denk ik... Maat, nee. Ik wil er nog twee dingen aan toevoegen. Omdat ik heb iemand geïnterviewd een jaar of twee geleden voor VRT Nieuws. Was dat Lisbeth Geris van de KU Leuven. Die zei, die daar ook mee bezig is, in bot en in kraakbeen dan, 3D-printen. Van, laat ons opletten met die spectaculaire overdrijvingen. Van, we kunnen nu breinen printen. En wij lopen mogelijk onderzoeksgeld mis als wij... Een voorstel indienen voor een 4-jarig onderzoek naar het poging tot een halve millimeter kraakbeenprinten, zegt zij. Ja, dat wordt soms afgeketst omdat ze zeggen, waarom zouden we daar nog geld in steken? We kunnen toch al harten en breinen 3D-printen. Dus dat vind ik wel een belangrijke. En daarop voortbordurend, België is echt een heel prominente speler op het vlak van 3D-printing in de medische sector. Dus we hebben er echt een lange geschiedenis met kaaktransplantaties en 3D-prothesen. We hebben in Leuven een hele grote speler daar zitten. Hè? Materialize, die straks nog aan bod komt. Ja, inderdaad. Bio-Inks bijvoorbeeld, maakt Bio-Inkten, is nu Oost-Vlaamse starter van het jaar geworden. Dus we zijn er echt wel een wereldtop in. Wel frappant dat mijn printer niet wil printen als er geen magenta in zit. Maar bio-inkt, oh ja. Binnenkort gewoon een druppeltje bloed erin. Doe maar verder. Sure. Dus je laat je een nieuwe kaak printen, maar het is zo wat in blauwe lijnen. Zo. En de plebs blijft achter. Maar dit geel, printerinkt is ook duurder dan bloed eigenlijk per liter. Ah ja, dat kan. Of je laat een nieuwe kaak printen en de taak is wel verstuurd naar de printer, maar hij print niet en je krijgt die taak niet uit de opdracht. Dus de volgende keer dat je dan een pols wil printen, komt er eerst nog een kaak uit. Ik ga een bloedoffer maken aan mijn HP en hoop... Voilà, kijk, maar ze zeiden het daar ook in dat laboratorium. Het onderzoek is zodanig nieuw en gaat zodanig snel dat zij hele coole dingen kunnen doen die ze kunnen demonstreren. Misschien een talk op het festival. Absoluut. Als er plek voor is, dan kunnen ze een keer wat filmpjes laten zien van vurende axonen. Ik heb nog een printer op geweten dat ze in zoveel kopiemachinekamers staat er zo een verbod op je achterwerk te fotocopiëren. Nu kunnen letterlijk je achterwerk fotocopiëren. Allee, mannetjes, het was één keer plezant, maar nu is het wel... Heeft je piemel op het fotocopiemachine laten liggen? Met huid staat ze al het verste. Dus wie heeft er hier weer een anus geprint? Het is achtergelaten tussen de calamares. Dat vooruitje van wie is dat? Alright, het volgende. Natta, de NASA heeft een software patch gestuurd, maar dan wel eentje naar hardware van, wat is het, 40 jaar oud ondertussen? Bijna 50. Ja, we kennen allemaal, je koopt een toestel en dan ofwel is het bedrijf failliet en komt er geen ondersteuning meer, of sowieso na een tijdje wordt het model niet meer ondersteund en krijg je geen patchjes meer. De NASA blijft patchen, ook al ben je bijna 50 jaar oud. En meer specifiek ging het over de Voyager. De Voyagers 1 en 2, want het zijn er twee. Ja, inderdaad, een beetje background. Die zijn gelanceerd in augustus en september 1977. En de 2 is eerst gelanceerd en dan de 1.
Oké. Okay. Ja, ik denk dat de eerste het eerst glans. Nee. De eerste is het verst alleszins. Ja, maar het kan tweede, zijn dat de tweede eerst is. Ja. Ja, die heeft hem ingehaald. Hoe komt dat? Ik ben hier nummer één. Die hebben denk ik waarschijnlijk andere trajectories gehad. Ja, denk het ook. Die heeft zo'n boomerang ergens uit een Lagrange-puntje gehaald. Ja, Maar het doel van die Voyagers was eigenlijk... En daar hebben we trouwens ook die hele mooie foto van... waar ze de Voyager hebben laten omkeren en een foto trekken van... The Pale Blue Dot. The Pale Blue Dot. Is het van hem? Een idee van... Hem of haar, kunnen we niet genderen. Carl Sagan. Een idee van Carl Sagan. Cool. Die zei van, draai het dan een keer om, trek een keer een foto. Ja, de aarde was één pixel groot. Die dat prachtige tekst geschreven heeft... Die Jonas, supermooi, die Jonas in Winteruur gebracht heeft... Ah, dat kan wel. Ja, maar Jonas het is een hele mooie tekst. Jonas zat een paar weken terug in Winteruur en heeft de tekst van Carl Sagan over de Pale Blue Dot. En de essentie daarvan is, kijk naar deze pixel, ergens in een zonnestraaltje op een immense foto. Alle verhalen die je ooit gehoord hebt, alle oorlogen, alle bloedvergieten, alle passies, alle liefdes, alle vetes, alle koningen die duizenden levens geofferd hebben om een fractie van dit pixeltje te bezitten. Het is allemaal daar gebeurd op die foto. Ah, ik krijg dat kippenvel. Maar dat, is ook, dat was ook effectief een emotioneel moment. Ja. Velen zeggen dat dat meegespeeld heeft in de ecologische beweging die ontstaan heeft. Mm-hmm. Dat daar de kwetsbaarheid voor een stuk uit. Dat is wat de eerste astronauten toch altijd zeiden als ze naar de aarde keken. Dat ze zeiden, ah, ik voel me zo alsof ik de aarde moet beschermen. The only home we ever had. Dus daar komt dat eigenlijk vandaan. En het doel van die Voyagers was eigenlijk gewoon om de buitenste planeten van ons zonnestelsel, om die te gaan bestuderen. Toen die daar eindelijk zijn geraakt, was iets van, oké, en nu? We laten die gewoon wat verder zweven en we zien wel hoe dat gaat. En die zijn nog altijd aan het zweven en die zijn nog altijd data door aan het sturen. Hoe ver zijn ze ondertussen? De Voyager 1, die het verst is 24 miljard kilometer verwijderd van de aarde. Het verste man-made object van onze aarde zit ondertussen in interstellaire ruimte. En ik had gelezen, zou over een dikke 300 jaar bij de oortwolk komen. Ah, de oortwolk die nog rond ons zonnestelsel hangt. Hè? Ja. Oké. Dus dat is inderdaad wel spectaculair. Dus vooral omdat die nog altijd werken, want die systemen zijn... Die zijn niet meer redundant. Ze hebben al instrumenten moeten afsluiten om de power te bewaren binnen die Voyagers. Dus één voor één moeten die engineers eigenlijk zeggen... Oké, deze instrumentje gaan we dat afzetten, want als ze willen verbruiken... En we kunnen dat gewoon niet meer aanhouden. En nu hebben ze inderdaad een patch gestuurd, omdat er een build-up was van brandstof in de thrusters. En die hebben ze nodig om de antenne steeds op de aarde gericht te houden, zodat die data terug kan verstuurd worden. Want die verstuurt nog altijd data wel. Maar die heeft ook nog brandstof om af en toe stuurraketjes een klein beetje bij te sturen. Ik weet niet of ze nu nog brandstof hebben of dat het op zonne-energie gaat. Ah, ja. Ja. Dat weet ik niet zeker. Ja, want, kan zijn dat dat build-up is van lang geleden nogal, dat weet ik niet. Ik heb ooit de vraag gekregen van, op zo'n kindershow denk ik, kreeg ik ooit de vraag van, er was een ruimtetuig naar Pluto. New Horizons? Denk het, ja, inderdaad. Was onderweg nog, dus het is wel even geleden. En toen kreeg ik alweer de heerlijke kindervragen, hè. Hoe kan die genoeg benzine meenemen om zo ver te vliegen? En dat vind ik heel tof, omdat je dan kunt uitleggen van... Ja, maar nee, hier op aarde remt alles af door wrijving. Maar dat ding, een keer dat vliegt, blijft dat vliegen. Dat heeft gewoon zijn snelheid en dat hoeft geen gas bij te geven om door het vacuüm te vliegen. Dus hetzelfde met die Voyagers, die zijn vertrokken. Ja, die blijven gewoon gaan. Maar je moet het nog altijd natuurlijk wel... Ze moeten het op aarde gericht krijgen wel om die data transfers te blijven doen. Maar wat een waanzin ook dat je een antenneke richt. Ik bedoel, dat ding is niet groter. Dat is complete waanzin. Ja. Dat ding is niet groter dan een ijskast. Mm. En dat mikt met een antenne 24 miljard kilometer ver. Ja. En... Er is ook een ongelooflijk mooie Radiolab aflevering over. Over het moment dat die Voyagers het ons zonnestelsel verlaten. Dus die horen nog heel lang ruis van die zonnewind, die redelijk verrijkt. En dan echt het moment dat die buiten ons zonnestelsel gaan, dat is complete stilte. En ik, heb je dat gehoord ooit? Ik vind dat heb ik niet gehoord. Ongelooflijk schoon een aflevering. Ja. De thrusters dat ze nu bedoelen firen, waren al 37 jaar niet gebruikt. Echt, kijk. Ja. 37 jaar. Ik ben 37 jaar. Dat moet dus daar zit nog naft in. Maar, stuurt er een patch op. Ruimtenaft. Wat ook wel cool is, die zijn ik weet niet hoe ver, dus je hebt de lichtsnelheid. Maar je hebt veel lijk. Je hebt heel veel lijk. Moet ik gokken hoeveel uur... Ik heb het net uitgerekend en volgens mij is 20 uur.
Voor de één of voor de twee? Nou, wel, 24 miljard kilometer kom ik back of the envelope uit op 20 uur transfertijd. Lieve nerd. Maar echt, ja, die zit hier te schrijven terwijl wij aan het zijn. Je zit er heel dichtbij. Voyager 1, 22 uur. Oké. Okay. Dus dat is ook heel lang als je wilt bijsturen natuurlijk. Ah, ja, als je dat antenneke moet bijsturen. Ja, we gaan een signaal geven. We gaan even slapen. We zien morgen dat goed. Nee, we zien niet met overmorgen een joystick. Wat goed is. Want dat is één dag heen en dan een dag terug. 20 uur aan de lichtsnelheid. Fucking hell. Ja, dat is bizar. Dat is dus, en dus het grote doel van dat projectteam is natuurlijk ook gewoon de 50 jaar halen. Dat is eigenlijk een doel. NASA heeft eigenlijk zoiets van, hoe meer data we eruit kunnen trekken, hoe beter. Maar eigenlijk willen we gewoon die 50 jaar. Die symbolische 50. Gewoon een feestje als dat is 2027 dan? 27, ja, nog 4 jaar. Ja, in 1977. Ja, we gaan dat moeten noteren. Hè. Dus augustus 27. Ik heb trouwens wel nog een hot tip. Op Prime, het streamingplatform Prime, kun je It's Quieter in the Twilight zien. En dat is een docu specifiek over het projectteam of het missieteam van die Voyagers. Super funny, want die zitten daar in een mega stoffig lokaaltje. Echt zo in één klein gebouwtje. Helemaal niet meer op de NASA campus, maar zo een kilometer verder. Met semi-bejaarde engineers. Die toen dat hebben meegemaakt. Die daar nog altijd in die missies zitten. Die daar nooit zijn weggegaan. We need you, George. In een bezemkast van de NASA zitten. En die aan het denken zijn, welk instrument kunnen we nu gaan uitzetten? Want de power, dat gaat niet goed komen. Oh, prachtig. Dat is heerlijk. Heerlijke docu. It's quieter in the twilight zone? It's quieter in the twilight. Oké. Okay. Zou dat nu de oudste hardware zijn die gepatcht wordt ooit? Dat weet ik niet. Maar ja, dus ja, misschien hebben ze nog wel oude computerservers. Ja, in sommige banken is er ook heel veel mottenballen in de kelder. Hoor. Zo COBOL-systemen dan nog draaien van in de jaren stilletjes. Maar ja, 77, het kan wel hoor. Ja, ik vraag me af. Ja, alleszins, die Voyager is al lang afgeschreven volgens mij. De NASA. boekhoudkundig is deze pure winst. Als dat hij nog alle jaren door de keuring geraakt, ik vind het ongelooflijk. Ja, voilà, pas op, 20 uur lichtjaar komt ongeveer overeen met de wachttijd bij de keuring. Dus ik denk dat ongeveer de wel het zal zijn. De intergalactische keuring. Ja. Oké, dus de Voyager is gepatcht. Legendarisch toestel. We moeten het ook even hebben over een legende van hier op aarde, die er vandaag niet bij is. Maar Peter Berks, toch leerkracht van het jaar, heb ik gehoord. Sexy Vlaams. Berksie. Ouder dan de Voyager. Letterlijk. Onlangs gepatcht. Ja. Hij is de oudst gepatchte hardware. 1,4 Voyager, denk ik. Ja, Peter, voilà. Ja. Peter Berks heeft een meid. Maar dan met IJT. Zeg, ze noemen dan huishoudster. Met IJT. Peter Berks heeft een meid naar zich vernoemd gekregen. Wat? Wow. Dat is gebeurd door Jonas Merks en Dominique van Gansbeek. En dat zijn twee onderzoekers die bezig zijn bij de BINCO, een VZW. Dat is het Biodiversity Inventory for Conservation. Basically een organisatie die dat helpt om biodiversiteit in kaart te brengen. En wat hebben die in België in kaart gebracht? De biodiversiteit van de meid. En wat blijkt nu? De biodiversiteit van de meid. Dat is een beetje als een Bart Peters show die aangekondigd wordt. Ze hebben een eigen project daarin, Might Find. Dus ja, Might Find, of hoe je het ook wilt vertalen. Dat is meer als ik zoek, is het ook Might Find. Zoeken nieuwe mijtensoorten, hebben een nieuwe mijtensoort gevonden. Ik heb even kijken waar ze die gevonden hebben. In Gent en rond Leuven. In Gentbrugge onder andere. Maar ook op takjes in Frankrijk en Duitsland. Ze hebben die nieuwe mijtensoort in een gepubliceerde paper, de Tereophagus Berksi, gelabeld. En ja, dat is ter ere van onze Peter Berks. En we hebben Peter dat kunnen aankondigen in onze live podcast op het podcastfestival van de Standaard, die ergens de komende maanden online zal komen. Maar hij wist er dus niet van, hè. En wij wel. En we hadden het over dieren genoemd naar beroemdheden. En dan heb ik hem verteld, ik heb hier ook een Berksie gevonden. Oh, dat is fijn. Naar welke berg is dat vernoemd? Zeg maar. Peter Berks. Dus hij heeft nu een volledige ingekaderde, eigenlijk taxonomische tekening van die meid. De onderzoeker zelf had die meiten ook meegenomen en heeft er een kweekje van. En Peter gaat ze nu ook kweken bij hem thuis. Uiteraard. Dus kom eens naar mijn meid kijken. Nu, ik vind dat heel cool, maar als iemand ooit een meid naar mij vernoemt, dat is een ex-god. Sorry. Ja, is het echt, ja. We hebben het daarover gehad, in hoeverre dat je kunt iemand kloten door... Ja, door... geef mij een cool dier. Ja. Ik weet dat de zoogdieren weg zijn, dus zijn insecten, maar een cool insect. Blijkbaar het beslissingsorgaan dat daarover gaat, kijkt puur na of dat het volgens de regels van de kunst gebeurd is.
De naamgeving. Oordeelt niet over dat ik ermee ga cool uit. Nee, vandaar dat je ook de Trump-vlinder hebt en de Hitlerkever of die stel maar in de Beyoncé bij. Deze meid is een... Loba femora scheri, inderdaad. Deze meid trouwens, de Tereophagus berksi, is een klein, traag, worstvormig beestje. Daar zou ik al niet mee kunnen lachen. Ja, maar laat ons eerlijk zijn. Peter, kom aan. Dat zich voedt met micro-organismen. Classic, Peter. Op licht rottende takjes. Je kunt hem niet wegslagen van zijn rottende takjes. En in staat is om zich ongeslachtelijk voor te planten. Dus het is nog eens zo'n meid die dat speciaal kan doen. Je weet hoe soort van... Hoeveel keer de laatste paar podcasts heeft Peter al over ongeslachtelijke voortplanting... Meiozen. Ja. Dat is wel waar. En nu heeft hem zijn eigen beest. Als ooit een insect tegenkomen op een motorrijd of zo, dat is dan dat... Een mot. Ja. Ook zo'n soort van wetenschappelijke tekening met zo van die rokende banden. Een sigaretten roken zo. Maar het is weer een bewijs van iets wat we al een paar keer gezegd hebben. Als je taxonoom bent, dus als je op de juiste wetenschappelijke manier insecten en mijten en ongewervelden kunt beschrijven, dan kun je dus gewoon in je eigen tuin en park nieuwe diersoorten ontdekken. Maar we gaan nog op reis moeten gaan, want dus van elke soort, heeft Peter ook uitgelegd in die podcast, is er één specimen dat als voorbeeld genomen wordt. Ja. En dat is spijtig genoeg, omdat er ook Amerikaanse onderzoekers meewerkten in dat onderzoek, dat specimen, de originele Tereophagus berksi, de eerste, die ligt in Massachusetts of was het in Michigan. Was ergens dus in Amerika, We gaan nog op reis moeten om de originele... Naar Amerika. Dus dan moet je ergens ook... Dan moet je een meidje ergens... Ja, dat kun je niet prikken, want dat is te klein. Dus ik denk dat dat moet vastgekleefd worden. En daar moet een rood vlagje bij, met een naam op. En het rood vlagje wil zeggen... Dit is het holotype. Dit is het originele... Hierop is de soort beschreven. Ik ben zo blij voor hem. Ja. Zeker. Als er iemand een meid verdiende. Ja. We gaan linken naar de paper. Dit staat vol met prachtige... Ik had, dat was de eerste keer dat ik zonnige specifieke... Dat jij een wetenschappelijke paper las. Nee. Abstract is genoeg. Dat ik zo'n entomologische paper in detail las. En ik vind die wetenschappelijke tekeningen zijn echt prachtig. Ja, dat is waar. Ja. All right. We hebben er al een stukje van gehad. Maar er is nog. Daarom is het nu tijd voor... Silicon Valley nieuws. Na het Sam Altman saga die we al gehad hebben. Het Starship is dan toch gelanceerd. Dus maandenlang hebben we aangekondigd. Misschien wordt deze maand een Starship gelanceerd. Vorige maand hebben we het niet aangekondigd. En nu is het gelanceerd. De tweede, hè? Dus Starship, de nieuwe grote raket van SpaceX. De werknaam was oorspronkelijk BFR. Big fucking rocket. Starship bestaat uit een module, de grote suppositoire, die bovenaan staat, waar op termijn tot 100 astronauten in zouden kunnen vliegen. Wat een waanzin. Ik bedoel, het hoogste aantal is 5 momenteel, denk ik. Die in een en hoe ver is het deze keer geraakt? 11 minuten toch? Is in de ruimte geraakt. Ja, en daaronder dan de enorme de 80 tanker. Of de 100. 100 kilometer. Ja, maar het was, ik vond het echt spectaculair. Het is een enorme vooruitgang. Mooi. Ja, maar ik heb mijn kippenvel zitten kijken. Maar het is de zwaarste raket ooit. Hè. En de krachtigste. En alle Raptor engines zijn aangeschoten. Dat is waar. Ja, Bart van Peer was heel teleurgesteld dat we geen Raptor engine bingo konden spelen. Ja, om zo op een kaart aan te duiden welke dat we denken dat er niet gingen marcheren. Dat is een volle kaart, ja. De vorige keer zijn er waarschijnlijk veel uitgevallen door die brokstukken. Ze hadden nu dus een vernieuwing bij het lanceerplatform. Hadden ze dus een enorme waterhoeveelheid die keihard omhoog begon te sproeien op het moment dat hij gelanceerd werd. En daar heeft die hitte opgevangen. En daardoor zie je ook zo'n soort stervorm van 6 damppluimen die daaruit schieten op het moment dat die motoren beginnen brullen. Dan staat hij echt nog meerdere seconden stil. En dan pas vertrekt hij. En om hem dan zo te zien gaan met heel die een array van engines die schoon blijft gloeien en dan zo wegvliegt, ik vond het echt magistraal. Prachtig. Er zijn filmpjes, want dus ja, Boca Chica, Texas, het uiterste zuiden, ligt vlakbij Mexico. Er zijn filmpjes van een soort samenkomst op een Mexicaans strand, staat vol met pick-up trucks, die staan te kijken naar die lancering. En je ziet opeens dat gevaarten uit die wolk komen en je ziet dan pas hoe
enorm dat dat ding is. En dan zie je hem zo vertrekken. Kijk, een live lancering meemaken, het staat hoog op mijn bucketlist. Oh, ja. Het ding is, je kunt niet voorspellen wanneer. Hè? Nee, dat is het juist. Want ik heb een paar vrienden die bij de ESA werken en die vaak naar lanceringen gaan kijken van projecten waar ze zelf aan meegewerkt hebben. Die zitten daar soms 3 weken te wachten tot als dat ding eindelijk toestemming krijgt. Ja, wat is er gebeurd? Dus de lancering ging eigenlijk supergoed. De grote test die ze dit keer wilden doen was de separation, dus op het moment dat de tweede trap loslaat, dus het Starship loslaat van de eerste. Blijkbaar zijn daar verschillende technieken voor. En de techniek die bijna standaard gebruikt wordt momenteel is dat je de twee een duwtje geeft uit elkaar, gewacht een tijdje totdat ze ver genoeg van elkaar zijn en dan pas gaat die tweede trap ontsteken, want als die te vroeg ontsteekt, dan blaast die tegen de eerste trap. Nu, ze wilden bij SpaceX testen of ze het toch konden dus eigenlijk de tweede trap laten lanceren terwijl die nog vasthangt of vlak bij de eerste trap zit. Het gevolg is dan dat die echt uitlaatgassen blaast op die eerste trap, waardoor dat die een duw krijgt en begint te tollen. En dat is dan ook gebeurd met die gigantische booster. Daardoor konden ze die niet meer controleren en hebben ze hem laten ontploffen. Hè, want dus bij testlanceringen, bij anderen ook, heb je altijd een knop om het te laten ontploffen dat het niet in zijn geheel terug naar de aarde stuikt. Het Starship-stuk is dan vertrokken, is verder gevlogen en na een tijdje is de volledige data uitgevallen. Ik weet niet of ze al weten waarom. Heel vaak, die motoren die maken zoveel gassen aan dat daar ook weer elektromagnetische straling uitkomt die soms contact kunnen verbreken. Het contact is weggevallen en dan hebben ze de Starship denk ik ook gecontroleerd laten ontploffen. De bedoeling was dat Starship geen volledige baan rond de aarde ging maken, maar bijna, en dat die boven Hawaii ging in de zee storten, maar dat is dus niet gebeurd. Ik denk dat het ook de bedoeling is op termijn dat de boostermodule, dus de onderkant, in zijn geheel terug naar de aarde komt. Ja, ja. En dat die opgevangen wordt door de lanceertoren. Dus dat is wel een gigantisch ding. Dat is, ze noemen dat Megazilla of zoiets. Ja. Die heeft zo twee van die grijparmen om dat spel er vast te pakken. Ja, dat is wel cool. Dus de kwestie was, als hij terug moet landen, moeten we hem pootjes geven. Hè? Zoals die Falcon 9, hè? Die zo mooi die pootjes eruit komen en terug landt. Die landt op de I Still Love You, zeker. Onder andere, ja. Ja, op de, of gewoon terug op het lanceerplatform. Of course, I Still Love You. Maar die pootjes zijn extra gewicht en zijn extra onderdelen. En zoals je leest in de biografie van Musk, Schrappen! Ja, the best part is no part. Dus alles wat je niet nodig hebt, moet je eruit halen, volgens zijn filosofie, om productiekosten en productiesnelheid te verminderen en het is een kans op een probleem minder. Hij heeft dat bij zichzelf ook met empathie gedaan. Ja, waarschijnlijk. En dus die een booster moet dan... toen dachten ze, kunnen we hem niet laten opvangen door de toren? Door de chopsticks, zoals ze het noemen. Dus de twee armpjes van de toren die hem terug moeten vastgrijpen. Ja, dat zal dus in een van de volgende testen moeten gebeuren. Als het verschil tussen deze test en de volgende even groot is als tussen de eerste en nu, zou het al kunnen lukken eigenlijk. Hè? Hoe zit het met de schade aan het lanceerplatform? Want daar was bij de eerste test toch vrij veel om te doen. Dat daar zo redelijk... goed als niks. Ah, dat is mooi. Net door dat water. Want dat was een van de vorige testen. Ook weer iets dat in de biografie staat. Hij zegt, je moet onderdelen en procedures schrappen, zoveel dat je kunt. En als je er achteraf niet 10% terug moet bijzetten omdat je te veel geschrapt hebt, dan heb je niet genoeg je best gedaan. Dus een beetje overschrappen. En dus bij de vorige lancering, heel dat koelsysteem, had hij dan geoverschrapt en dat is er nu terug bijgezet worden. Ja, voilà. Maar niet alleen het koelsysteem, het is zo, als je zo een bunsenbrander hebt, zo dat ijzerke met zo die 3 poten, zoiets ongeveer, het lanceerplatform zelf is ook hoger gezet dan de vorige keer, om inderdaad meer ruimte te hebben om extra koeling te kunnen geven. Want de 3-pikkel over de bunsenbrander, bedoel je? De ijzeren 3-pikkel, maar geen 3, maar dan 4 of 5 pikkels. Ja. Maar er zijn ook foto's van een engineer dat Musk op een of ander platform, ik denk dat Twitter, een of ander platform gelijk Twitter gepost had. X. En ja, X, ja. Zoiets. Het zogezegde X, ja. Het zogezegde X gepost had, waar je zo de foto's ziet van onder en dat je ziet van, het ziet eruit als een dingetje dat je boven een bunsenbrander zit, alleen dan. Maar dat was al, denk ik. Ja, maar nu hoger en meer afgewerkt. Okay. Want het vorige was zo gegoten beton en dat houdt niet zo goed. Voilà, kijk, Starship gelanceerd. Hopelijk snel over naar een volgende, want er staan er nog 3 klaar, denk ik. Ja. Dat is, if you produce a lot of stuff, you can blow a lot of stuff up. Veel fast en veel forward. Ja, is een van zijn filosofieën in de ruimtevaart. Goed, wat zagen we nog passeren in Silicon Valley nieuws? De
AI-pin is officieel voorgesteld. Ik denk dat we het de vorige keer al kort vernoemd hebben. Op modeshows verschenen er opeens modellen met op hun kleren zo een klein rechthoekig plastieke dingetje waarvan gezegd wordt dat is de AI-pin. Maar we gaan nog lekker niet zeggen wat het allemaal gaat doen. Nu is het voorgesteld. Goh, dat voelde toch heel jij erg. Jij ging hem kopen, hè, Hetty? Dat gaat je wel kosten. $799. $699, maar je kon hem alleen maar kopen in de United States. Ja, dus want er zit een soort van simkaart in, waardoor hij constant met een... Ik had een als early subscriber de mail gekregen. Maar wat is wilt, het? Wilt je hem nog? Het is blijkbaar een soort van... Ja, het is dus een ding dat je op je kleding spelt. De batterijduur van het ding is 4 uur, maar langs de binnenkant van je shirt hang je er een magnetische batterij tegen die de batterijduur uitbreidt. Ik weet niet in hoeverre dat die wordt uitgebreid, Hetty. Maar ik moet naar mij niet kijken. En het ding werd in de markt gezet als een volledige vervanging van je telefoon, omdat de filosofie erachter is, wij gebruiken nu technologie en die technologie neemt ons weg uit het moment. Dus een soort van filosofische overdenking erachter. Mooi zinnetje van de marketingdienst. Mooi, absoluut, absoluut. En niemand heeft hem al in handen gehad, buiten een paar journalisten. En de journalisten die hem hebben kunnen testen zeggen van wij voelen ons gegeneerd om naar onze tepel te babbelen, want er zit een microfoon in. En dan dus moet alle, daar niet hangen. Alle interactie is met de microfoon. Ja. Ja. En het, je hebt geen toetsenbord. Nee. Dat is allemaal voice. Ja. Ja, en het scherm is een ingebouwde projector die in monochroom, dus in één kleur, bepaalde iconen en stukjes tekst kan projecteren. Het probleem is, die volgt je hand niet, dus je moet je hand op één wel bepaalde locatie halen. Die projecteert op je hand? Ja. Het is niet dat je een witte muur moet zoeken? Nee. Okay. Nee. Dus je moet je hand op een bepaalde plek halen en dan was het niet zo goed leesbaar. De demo's die ze met het product gaven, die vond ik persoonlijk het grappigste. Een van de demo's was heel gemakkelijk, vat het weer voor mij samen. En dan projecteert hij het weer op je hand. Vat mijn sms'en samen. Dus heel hard van die AI die dan in de cloud draait. Niet op dat device zelf gebruik maakte om dingen samen te vatten. Maar ook een demo van iemand die een bepaalde een Twix voor zich uithield. En dan vroeg aan zijn AI-pin, mag ik dat eten? En dan die AI-pin die zegt, nee, je bent allergisch aan chocola. Oh, wauw, slim. Slim. Absoluut. Van de AI. Ja. Het is goed dat je daar een pin voor nodig hebt. Ja. Ja. Dus mijn gevoel is een beetje, als je het in de markt zet als iets dat mensen hun gsm wil doen vergeten, / thuis laten, dan weet ik niet of dat dit hem gaat worden. Maar ja, dus eigenlijk als je zegt, ga ik het op mijn sociale media kijken, dan gaat er zo monochroom groene afbeeldingen... Maar dat is net de bedoeling dat je dat niet meer gaat doen, hè, op je sociale media kijken. En al die babyfoto's? Weg van die vreselijke afleiding denk in dat onze wereld. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, want mensen denk dat ze willen beter hadden gemarket als, zoals je nu bijvoorbeeld een smartwatch hebt, die dat samenwerkt met je gsm en dat je niet je hele toestel moet bovenhalen om een sms te lezen, denk ik dat ze het beter als een soort van tandem hadden voorgesteld, als een soort van extensie van je telefoon. Je hebt disruptie nodig om iets te veranderen. Ja, maar je hebt ook consumenten nodig. Bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil nog snel een artikel opzoeken, dan moet dat ding dat volledig voorlezen eigenlijk, want er zit geen scherm aan. Nee. Of moet projecteren op je hand en dan zitten daar op de tram eigenlijk naar je hand te kijken, heel de rit lang. Maar dan hebben ze even goede gsm. Allee, snap. Dat was een van de journalisten zeiden van ja, dat kan allemaal wel zijn, maar eerst op de markt zijn is nu noodzakelijk het beste voor een product als deze. En mensen hebben nog altijd in het openbaar, in een niet Silicon Valley omgeving, enorme schaamte om tegen hun device. Hoeveel mensen hoort jij nu op een telefoon, op een trein, hey Siri zeggen? Ja. Dat gebeurt toch niet? Dat is iets dat wij niet doen. Dat. In tegenstelling, heel veel pubers die daarmee hun telefoon babbelen alsof dat er met een luidspreker is. En dat snap ik niet. Dat niet tegen hun oor houden, maar die dan, zoals Henk zegt, dus als een delicatesse. Het is gelijk dat ze toastje met salm aan het eten zijn. Allemaal met hun voice messages ook. Oh, vreselijk. Stop ermee. Natta, het is gebeurd. Welkom je hoort bij niet meer. Nee. Je hoort niet meer bij de jeugd. Nee. Jawel. Boomer Natta. Welkom bij het boomerclubje van Nederland. Sorry, maar ik krijg vooral voice notes van boomers. Die zo denken van, dat type, ik ga dat niet meer doen. Ik ga dat gewoon inspreken. Ze moeten dat maar helemaal beluisteren. Ik heb dat wel meer bij jongere vrienden die allemaal voice messages. Stop ermee. Zeg, de AI-pin, ik moet zeggen, het marketingfilmpje, het budget dat daar tegengegooid is. Gelikt, hè? Hoe traag je kan praten met
langzame camerapans. Ik had echt het gevoel dat ik naar Westworld had te kijken op een bepaald moment. En ook heel hard teren op het feit dat een van de founders van het bedrijf vroeger bij Apple gewerkt heeft. Wat? En dan ook deel van het Apple-ethos van het design en het traag zoomen op chrome oppervlakken meenemen. Maar we moeten vertragen, jongens. Ja, dat we moeten vertragen. Maar kijk, ik geef het product alle ruimte en alle kansen. Ik zeg alleen maar dat ik er geen knijt van geloof. Wat ik ook ooit over Twitter gezegd heb, helemaal in het begin. Sorry, dus maar, echt visionair Twitter, ben ik niet. 4 uur batterij? Maar je kunt het tot een dag hebben. Of je bent supervisionair. Je moet gewoon lang genoeg wachten. Ja. Tot een dag als je een kloefer van een batterij langs je binnenkant hangt. Ik denk ook, als je eens graag een flanellen hemd draagt, Riyad Bari-stijl, dan plak dat tot tegen de grond, want dat is redelijk zwaar. Hè? Denk ja. En wat gaat het doen op het strand in de zomer? Goed. Wat doe je met je telefoon? Ja, die kunnen nog pakken, in je hand pakken en op die manier bedienen. Maar je hebt geen bikini aan, hè? Dat is, Daar is plaats voor. Of zo'n hangertje waar dat je aan hangt. Sowieso, of op je usability. Ja, als je hand zo op een bepaald... Allee. Wat dat wel goed was, als ik het een positief punt moet geven, er was een lampje aan de camera dat als de camera werd gebruikt, dat de lampje aanhing. Ja, privacy first, het, wel, hè? Het intimiteitslichtje. Wauw zeg. Als je dus over iemand zit te roddelen, dan moet je zo je hand zo'n beetje draaien, dat maar er niet te veel andere mensen... Ik was juist aan het denken, stel, niet op mijn leven gegrepen, maar stel... Je staat op het toilet in een café, publieke ruimte. Je bent een beetje zat. Dat ding gaat aan en op een of andere muur projecteert jij je berichten of zo. Kan dat? Nee, toch? Ja, dat kan. Maar dat... Want dat projecteert toch op alles, alleen niet op je hand. Gewoon. Nee, je maar op ja, alles als je hebt dus juist een afstand van die muur staat, ja, dan kan dat. Hè? Kijk, de AI-pin, wait and see, zeg ik, jong. Maar ik denk veel marketing, ik denk dat er veel lucht in zit. Maar goed, al de keer dat het hier er eentje krijgt voor kerstmis van Els, dan zien we. En dan verder, ja, goh, het artikel puntje werkt aan superkrachtige, supergeheime AI is van zowat elk groot bedrijf gepasseerd de voorbije maand. Apple werkt aan supergeheime, superkrachtige AI. Amazon, Google, wat denken we daarvan? Ik denk dat dat goed nieuws is voor Nvidia, die dat al die grafische kaarten verkoopt. Dat is, allez, als je zo'n H100, zo'n server-GPU van Nvidia wilt kopen nu, denk ik dat je tegen een backlog van 2 jaar aankijkt. Och. Dus die, ja, ik denk vooral dat die bedrijven heel veel capaciteit aan het opkopen zijn. En je kunt daar rekenen onder werken aan een supergeheime AI, maar die zijn gewoon ook allemaal aan het doen wat dat OpenAI gedaan heeft, een groot large language model trainen, op de data die zij hebben. Want elk van die bedrijven dat je net hebt opgelijst, hebben een hoop data die dan niet publiek beschikbaar zijn. Google als voorbeeld Tuurlijk. Heeft... Dus eigenlijk als mensheid zijn we heel inefficiënt bezig. Want eigenlijk zouden we al die data moeten samenleggen. Dat is hetgeen dat Zuckerberg nu zegt, bij Meta, die zegt... Ik ga AI-modellen trainen. Ja. Ik ga AI-modellen trainen die ik daarna open source zet, zodat iemand anders het niet meer opnieuw moet doen. En zo ga ik energie besparen. Of eigenlijk minder energie op interessante opblazen. Dissidente stem, Jan LeCun. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, ik denk dat het een Fransman is. Ook een van de godfathers. De chief scientist bij Meta, die daar in de alle AGI-hype niet meegaat, heel hard voor open source van AI-modellen praat. Ja. Opnieuw, hij komt uit de stal van Meta, dus ik ben traditioneel een beetje dat hij oorspronkelijk uit het onderzoek komt. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ja. Ja, voilà. Goed, ja, we gaan kijken. Ik denk, basically willen ze allemaal iets maken dat krachtiger is dan GPT-4. En dat wordt dan in de media vaak omschreven als superkrachtige AI die de wereld gaat overnemen. Ik weet niet krachtiger. Ik denk meer gecustomized op hun gebruikers. Want elk van die bedrijven heeft al een gigantische userbase van wat ze heel veel data hebben. Dus ik denk dat zij een optie zien om... Ja, hoe lang gebruikt jij al je Google-account? Dat is al 10 jaar, 15 jaar. Al die data die jij ooit aan Google gegeven hebt, als daar een specifiek model op getraind wordt, dat u kan helpen, gaat veel beter zijn in naar uw noden te helpen, in uw soort mails te schrijven, dan een random model dat getraind is op allemaal data van een personal assistant. Ja. Wel, ik heb nu in mijn e-mailprogramma Spark, geen sponsor, zit er nu een AI-knop. Dus ik kan elke mail die ik krijg, kan ik laten samenvatten. Ofwel in bullet points, ofwel in een alinea. Ik kan ook antwoorden schrijven. Dus als iemand mij een uitnodiging stuurt, dan kan ik op de AI-knop duwen. En dan vraagt hij ingaan op de uitnodiging of beleefd afzeggen. En dan schrijft hij gewoon het antwoord. Huh. En dan stuurt hij door. Je kunt ook een mail schrijven. En als je zegt, ben er niet content van, maak hem wat vrolijker, maak hem korter. Dat zit allemaal in het programma zelf nu. Ik vind dat wel heel straf dat een AI nog altijd niet geleerd heeft dat hij gewoon alle uitnodigingen moet afzeggen. In feite wel, ja. Dat zou de handigste AI zijn, ja. Oké, dat was het einde
van het Silicon Valley nieuws van deze week. We hebben nog een paar dingetjes staan, zoals bijvoorbeeld dit. Hattie, de eerste succesvolle oogtransplantatie is gebeurd. Daar moeten we wel bij zeggen, het oog is getransplanteerd, maar het werkt niet. Nee, klopt. En, dat was ook niet de bedoeling. Zo was... kan ik het ook. Ja, waarschijnlijk. Maar het leeft wel, hè? Dus het is niet dat er een dood oog in de man zijn gezicht zit. Inderdaad, een man, een 46-jarige Amerikaan, ex-militair, is een paar jaar geleden aan een hoogspanningslijn blijven hangen. Heeft daar 7200 volt door zijn lijf gekregen. 7200. Heeft dat overleefd, maar eigenlijk de hele linkerkant van zijn lichaam was compleet verwoest. En die is nu een superman. Maar Die mens zijn gezicht is gesmolten en dan mogen we letterlijk nemen. Ja, op nieuws. Ja. Er zijn foto's te vinden van hoe die eruit. Kijk daar niet naar als je weet dat je er niet tegen kunt. Ik zal het u even omschrijven. Je maakt een gezicht van plasticine. En dan ga je gewoon eigenlijk met je hand heel de linkerkant en de neus platvegen. Zodat dat ene moes wordt. En dan met je duim... Ik ga toch moeten kijken. Duim duwt je een gaatje waar dat de mond zat. En daar zie je zo wat tandjes door. En dat is het eigenlijk. Je ziet even als zo'n lasagne in een bakje die dat je niet horizontaal in je winkelkar gelegd hebt, maar rechtopstaand in de zijkar. Waardoor dat alle lasagne zo naar ene kant gezakt is. Jij lost alles op met lasagne. Ja. Zo'n pizza dat verkeerd geleverd wordt. Ja, zo verticaal. Maar goed... Een mens met gevoelens en dromen. Ja. Dat ook heel goed. Hij gaf Voldemort het nakijken. Wat hebben ze gedaan? 3/4 van zijn gezicht getransplanteerd. Ja, ze wilden de helft is verwoest. Hè. Dus een gedeeltelijke gezichtstransplantatie doen met heel veel. Maar een van de ideeën was ook, zouden wij kunnen proberen om een complete oogbol te transplanteren? Ja. Nog nooit eerder gebeurd. De bedoeling was inderdaad om dat vooral esthetisch te doen. Niet dat dat echt zou gaan werken of dat hij daar terug gezicht mee zou krijgen. Dat is effectief gelukt. Dat is al van 6 maanden geleden, maar ze zijn daar pas vorige week mee naar buiten gekomen met dat nieuws. Dat is een operatie die 21 uur geduurd heeft. Daar waren 140 chirurgen en medisch personeel bij betrokken. Dat is ongelooflijk. Natta zit nu naar de foto's te kijken en de reactie is heftig. Ja, het is straf. Het is wel echt heel heftig. Ja. Maar wat ze ook geprobeerd hebben, ze wilden niet dat zicht herstellen, maar ze dachten, we kunnen toch maar een paar dingen proberen. Je weet nooit. Vind ik wel cool. Ze hebben eigenlijk, voordat ze die oogbol getransplanteerd hebben, een paar stamcellen genomen van de donor. En ze hebben die in de oogzenuw van de patiënt geïnjecteerd om zo te hopen dat die verbinding tussen die twee... Ja, effectief. Wauw. Een klein beetje zo. Het is niet gelukt, maar ze zeggen, je weet nooit dat we nu kunnen beginnen samenwerken met wetenschappers die bezig zijn met die visuele cortex en zo. En dat misschien ooit weer wel gebeurt. Maar dat is gigantisch straf, dat daar gebeurt. Ook als je zijn gezicht nu ziet, want er zijn interviews te zien waar die man vertelt. Als je zijn gezicht nu ziet, eigenlijk... Zijn rechteroog is vervangen, denk ik. Nee, zijn linkeroog zijn is vervangen. Linkeroog, ja. Dus zijn rechteroog... Ja, best dat ze dat op voorhand kregen. Ja, inderdaad. Maar dus, je moet het je voorstellen als heel het gezichtsgebied rond zijn rechteroog is hetzelfde. En al de rest loopt er een soort lijntje. Zijn neus is vervangen, zijn linkeroog, zijn oogkas, zijn mond, zijn kaak. Dus eigenlijk 3/4 van zijn gezicht is er afgesneden en is er opgeplakt van een donor. Dus echt bij een overleden persoon hebben ze 3/4 van het gezicht en een stuk van de oogkas eruit gehaald en bij hem erop geplant. Hij omschrijft het zelf als ik krijg een nieuw leven, omdat die man kon niet buiten komen. Dan kun je wel voorstellen dat je niet naar het pretpark gaat met je kinderen, hè, als je er zo uitziet. Het is Halloween geweest. Ja. Nu, je kunt er ook een beetje luguber naar kijken, maar als je naar die mens kijkt, bedoel, 3/4 van zijn gezicht is een dode mens die erop geplakt is. Phantom of the Opera-achtig qua vorm. Inderdaad. Zo een beetje een half masker. Ja, zeg maar, dat niet volledig past of dat niet correct is, uiteraard. Het oog werkt niet, maar wat doet het dan wel? Dan hebben we het over bewegingen en de spieren. Nee, het leeft in the first place, wat dat ongelooflijk is. Het leeft in de zin van het is door bloed. Ja, het is door bloed. Okay, de als het niet zou leven, zou het wegrotten eigenlijk. Ja. Ja. De bloedvaten functioneren, het netvlies ziet er heel mooi uit, dus het biologisch leeft het, gaat zo zeggen. Kan hij tranen? Sorry, ik weet niet waarom ik dat zo belangrijk vind. Zijn oog hangt ook dicht de hele tijd. Hè. Ik denk dat zijn ooglidspieren niet goed werken, dus het hangt dicht. Maar stel dat je een oogkas hebt waar geen oog in zit en daar hangt een ooglid over, dan valt dat volledig in. Dus dat is nog totaal anders. Is dat zoiets wat dat ineens kan in gang schieten? Zo? Dat er bepaalde connecties groeien en dat dan ineens... Ik wou dat ook net vragen, want eigenlijk is het dan gewoon een kwestie... Het oog werkt
perfect. Allee, biologisch is het in orde. Dus het is gewoon de verbinding met het brein. Het brein en het oog staat... Maar ja, je zit daar ook met eigenlijk een bundel van kabeltjes, van zenuwen, dat netvlies, die resolutie van de netvlies. Ja, dat zijn allemaal aparte zenuwsignalen die vertrekken. Dus ik denk niet dat dat zich kan herstellen. Ze hebben die visuele, ze hebben de oogzenuw wel verbonden. Op een of andere manier. Ja, wel. Dus daarmee werd er inderdaad gezegd, het doel was wel om iets meer te proberen dan puur esthetisch. Ze zeiden, we kunnen maar proberen. Dus ja, het is ook maar het begin van iets compleet nieuw. Hè. En die verbinding, dat is niet knoopje erin en hoop voor de best. Dat is echt effectief verbonden in de zin van... Tegen elkaar duwen. Ja. Tegen elkaar duwen en maar stel je nu voor dat hij zo binnen een paar maanden opstaat en ineens een zo licht of donker. Ja, zoiets licht-donker. Ik denk dat er horrorfilms zijn. Ja. Zo beginnen. Ja. Ik geloof erin. Of in zijn ene oog het plafond zie van een slaapkamer in een andere staat. Even over de Belgische connectie. Ja. Want er is heel nauw samengewerkt met Materialize. Namelijk, die operatie is enorm voorbereid. Ja. Dus dat team heeft constant gezegd van we gaan dat stuk vervangen. Wat heeft Materialize, Leuven's bedrijf, wat hebben die gedaan? Die hebben enorm veel 3D-scans van de botstructuur van de patiënt gemaakt, van zijn gezicht. Die hebben gesimuleerd wat er allemaal nodig is van een donor. Want, dat was het ook, het is wachten op de juiste donor. Ja. Hè? Ja. Die van schedelvorm en zo ongeveer overeenkomt. Het moment dat die donor dan uiteindelijk er was, hadden ze een tijdspanne van 24 uur of zo, of 48, om dat over te plaatsen. Maar... vanaf het moment dat die donor gevonden is, dan pas konden ze bij Materialize aan de slag met de 3D-gegevens van de donor. Voor de laatste customization te doen op de dingen. En dan hebben ze dus aan een recordtempo met die informatie van die donor hebben ze dat gemapt met die patiënt. Hebben ze gekeken welke stukken hebben we nodig, welke extra stukken hebben we nodig. Wat dat Materialize ook doet, en dat vind ik geniaal, dat is een soort IKEA-mal maken van een operatie. Ja, dus, voor te trainen. Op voorhand een soort van stuk dat je erop kunt zetten met voorgeboorde gaten, dat chirurgen eigenlijk maar... Ik zeg, het is zo simpel niet, maar de nummertjes moeten volgen. Van nu moet ik een mes in dit gat inbrengen en een kwartslag draaien. En nu moet ik een mes in gaatje 2 inbrengen en een kwartslag draaien. Dat die gegarandeerd juist zitten, omdat die mal volledig is aangepast aan de operatie. Kijk, bij een botbreuk, als uw bot gebroken is in uw arm, wat doen ze dan bij Materialize? In 3D-simulatie zetten ze die twee stukken terug aan elkaar. En dan ontwerpen ze digitaal een soort plastieke stukje, waar dat die botstukken eigenlijk min of meer in klikken. En dan in dat plastieke stukje ontwerpen ze boorgaten waar de titaniumvijzen moeten komen. Dat wordt volledig geprint. De chirurg doet uw arm open, duwt die botfragmenten in dat geprint stukje op de plek waar je het ontworpen hebt, boort daar die vijzen in en haalt het er terug uit. Een soort IKEA-malleke. Dat hebben ze voor deze operatie ook gemaakt, maar dan op een paar uur tijd. En daarna is er, en nu zitten we in het James Bond-stuk, is er iemand van Materialize met die fysieke stukken in de hand naar de luchthaven gehold en hopelijk ook gevoerd. Voor en hopelijk ook in handbagage. Want die zijn hier geprint. Die zijn hier geprint en die zijn dan met een vlucht eigenlijk naar Amerika gebracht. Wow. Net op tijd toegekomen. Ik zie hem in slow motion binnenlopen. Met een helikopter landen op het dak van het ziekenhuis. Zo, binnenlopen in het operatiekwartier. Zo ik is wil dat me dan. Vooral in de operatiekwartier dat hij zo... Nee, het is takkoetje. Nee, het staat hier toch, het is takkoetje. En achteraf tegen die 140 chirurgen uit de weg. Of zo. Oei, we hebben het gespiegeld geprint. Oei. Ben direct terug, hè. Op het einde van de operatie inderdaad twee inbusvijzen over. Morgen valt zijn neus eraf. Die waren over. Ja. Maar het waren echt 3D-printen snijinstrumenten op maat van de patiënt en de donor. Hè. Dat ze echt gewoon... Ja, ik vind al jaren mega cool wat die aan het doen zijn. Een gezicht losnijden, je doet dat niet met een patatemesje. Nee, dat moet customized worden. Alright, we gaan nog eventjes naar de ruimte. Wat is er gebeurd in de ruimte? Goh ja, ze zijn een werkoffer kwijt. Kurt, wat is er gebeurd? Dus twee NASA-astronauten, die waren aan het ISS aan het werken. Aan de buitenkant? Aan de buitenkant. Ja, op de binnenkant doen ze ook veel werk, maar er is iets minder spectaculair als er iets misloopt. Ja. Nu, er liep niet zoveel mis, maar de ene zei, had jij de tas niet vast? En dan zei, oei, ik dacht dat jij die vast had. Dus en ze keken achterom. Dus echt een toolbag met het gereedschap heeft een eigen leven, een eigen route, een eigen trajectory gekozen. Dus is losgekomen van het ISS en zweeft nu rond in een baan rond de aarde. Maar hoeveel uren, dagen, weken, maanden trainen die astronauten daarop? Had jij het beter gedaan? Ja, dat zullen we dus nooit weten. Nee, ja. Maar het is wel cool op zich.
omdat dat nu een extra... Ja, hemellichaam is misschien overdreven of zo. Satelliet. Het is een satelliet. Een hemelkoffer. Ja, een hemelkoffer. Die perfect zichtbaar is ook van op de aarde. Omdat zo hemellichaam en sterren en zo, ze deel dat in. Wat dat je kunt zien met blote ogen, wat dat je moet zien met een telescoop en zo. En dit object is eigenlijk heel, heel zichtbaar. En het flikkert ook een beetje, waardoor dat ze weten dat het ronddraait. Ah, de rondtollende werkkoffer. Ja, het is zo een zesde magnitude ster. Ik heb net even opgezocht en dat is net zichtbaar met bloot oog. De moeilijkheid is natuurlijk dat het beweegt. Hè, dus dat ja. Heel in snel. Een low Earth ja. orbit beweegt aan 28.000 kilometer per uur. Ja, moet je inbeelden, het is gelanceerd. Om het zo te zeggen, vanop het ISS. Ah, ja. En het ISS heeft een zekere snelheid om niet geostationair, maar wel in een baan rond de aarde low te kunnen blijven. Orbit, ja. Ja. Nu, dit object zweeft ook rond aan een iets minder snelle snelheid. Ah, hij loopt achter. Hij loopt achter, ja. Waarom? Omdat hij daalt af richting aarde. Oh. Ah ja. Dus binnen een paar maanden gaat hem ook effectief wel neerstorten. Opbranden, ja, ja. Dat is natuurlijk het eerste dat ze moeten checken. Is, mm-hmm. Als wij een volgende omwenteling doen, komt dat niet terug om te botsen. Ah ja, ah, ja. Dus botsing... Nu, het voordeel zou wel zijn, aangezien dat hij uit exact dezelfde baan vertrokken is, dat een botsing altijd een zachte botsing gaat zijn. Het is niet dat dat ding daar keihard gaat tegenknallen. Ja, dat is waar. Wat dat je het probleem hebt als je... Als je een botsing hebt met iets dat je 90 graden kruist, ja, dan is de impact 28.000 kilometer per uur. Dat moet wel getracked worden. Dat, ja. Dat wordt getracked. Ik denk dat er 45.000 van zo'n items zijn die getracked moeten worden. Ja, misschien zit er een AirTag in. Dat is dus ook, ja. Ik vind het heel fijn dat dat een vergissing is die dat je maakt in je leven en dat dan een officieel nummer krijgt en in een soort van database gelogd wordt en mensen op elk moment van de dag naar de hemel kunnen kijken en zeggen van, alas, loempe Jeroen. Maar het grappige is ook wel dat het zeker niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Ah nee, hè? Vorig jaar nog, hè? Is ja, er nog een werkkoffer losgelaten? Er zijn al meerdere dingen dat zowel accidenteel als intentioneel eigenlijk zijn losgelaten vanuit ISS. Oké. Okay. Dit jaar nog waren er cosmonauten die een heleboel hardware uit het ISS dus intentioneel gewoon hebben eruit geflikkerd. Alle? En ik ga het zeggen met mijn beste Russisch accent in het Engels, wat ze hierbij hebben om een beetje in te leven. Ze hebben dat gelivestreamd en de cosmonauten zeiden bye bye, flies beautifully. Wat ik briljant vind, want wie anders dan een Rus kan met... Wie moet naar ruimteafval kijken? Heerlijk. Ja, dus dat ding gaat nu langzaam dalen en gaat opbranden in de atmosfeer. Want als je aan 28.000 kilometer per uur een dampkring tegenkomt, dan komt er niet veel terug op aarde. Dus je moet niet bang zijn dat je een of andere Allen key tegen je bakkes gaat krijgen. En de voorspelling is dat tussen maart en juli volgend jaar gaat het de atmosfeer binnentreden en opbranden. Het coolste is dat het dus te zien is van op de aarde. We zijn zelf een beetje aan het zoeken geweest wat er trackers te vinden zijn. We hebben nog niks gevonden, maar die moeten bestaan. Dus het is ook een beetje een oproep voor mensen die daar zin in hebben. Ik denk dat het niet te ver van het ISS kan hangen. Of ja, misschien vergis ik mij daar volledig in. Wie het ISS of een satelliet al zien overkomen heeft, die weet van ja, dat is zo'n puntje dat aan een bepaalde hele strakke snelheid tussen de andere sterren beweegt. En zo zou het er ook moeten uitzien, maar dan heel, heel licht van lichtsterkte. Met een verrekijker zou je het goed moeten kunnen zien, maar dan moet je wel dus heel goed weten waar dat je moet kijken. Jawel. Als er mensen zijn die zo een soort trackende telescoop hebben en die zin hebben om hem voor ons op te zoeken, laat het vooral weten. Hè. Dus de strategie is inderdaad van het ISS kun je wel perfect tracken. Ja. En eigenlijk proberen om die baan te voorspellen en ergens op die baan gaat het normaal gezien tegenkomen. Ietske later dan. Ja, het is gelanceerd in de baan van het ISS. Ja. Kijk, we gaan zien. Wie zijn schuld was het nu? Want het was Jasmine Mokbel en Laurel O'Hara. Wie zijn schuld was het nu, Kurt? Wordt dat niet meestal toegedekt bij die astronauten? Ja, een van de twee. Ja. Het was ook een eerste ruimtewandeling, als ik het goed heb. Van dus... alle twee. En hun laatste. Het is wel een beetje lullig als je zo op je eerste ruimtewandeling gaat. Ja. Ja. Het moment dat je zegt van, ja, geef maar dat. Oeh, geef maar dat. Jij had dat toch? Nee, jij had dat. We hadden dat nog zo afgesproken. Nee. Bij de vorige... Sorry. Ik wil er ook nog bij zeggen dat het twee vrouwelijke astronauten waren, maar dat klinkt enorm misogyn op een of andere. Nee. Wacht. Ik wist dat het ging komen. Ja. Een klein ding rechtzetten. Het loopt een minuut voor het ISS. Ja, omdat het natuurlijk ietsje dichter naar de aarde komt, maakt het een iets kleinere baan, dus heeft een kleine voorsprong. Dus eigenlijk om het te kunnen zien,
Moet je de baan van het ISS een beetje kunnen voorspellen? En 1 minuut daarvoor. En 1 minuut daarvoor. Ik ga van macht aan de slag. Nu gaan we verder Jeroen roosteren. Wat was het? En het is gefotografeerd door een derde astronaut die op dat moment een foto van Mount Fuji aan het proberen trekken was. Okay. Dus die, en daar vliegt de fotoboom. Fotoboom eigenlijk van de toolbox. Alsof een vent ooit zijn de werkkoffers ook kwijtgerang. Hey, we cling on it like a teddy bear. Maar dat dat niet vasthangt, dat vind ik raar. Dat is waarom ik als kind zo... Ik denk dat dat de bedoeling was. Trouwens, Els... Dat moment dat je beschrijft van, geef mij een keer die sleutel, maar die zit die ding, oei, waar is die tas? Jij ging die toch vasthouden? Van de vorige keer dat ze de koffer verloren hebben, staat heel die conversatie op beeld en geluid. Oh, je kunt die online opzoeken. Dus je kunt online opzoeken. En het is echt zo, achterom kijken, zo een koffer zien zweven op 1 meter of 10. I'm sorry, guys. En dan vanuit ground control, die getraind zijn om altijd de emotionele stabiliteit... That's okay. En je hoort in die stem zo... Don't worry about it. That's okay. That can happen. En dan hoorde hem... In mijn hoofd zet hij dan die micro af en komt er een gigantische vloek uit. Maar goed, ja, kijk. Ik denk zo vooral zo het stukje dat je even stil zit en dat je zo... Ja, oké. Volgens NASA was de toolbox niet meer nodig voor de rest van de missie. Ik wou net zeggen, dat is wel belangrijk. Dat is heel veel reschedulen tot de volgende bevoorradingsraket aankomt. Ja. Is het. Jee, we hebben een nieuwe vijsmachine. Het zou lulliger zijn als je nog maintenance moet doen en zo. Ja, de wc-ontstopper zat er ook in. Dat was wel heel jammer. Goed, kijk, er vliegt een werkbak door de ruimte en we kunnen hem zien van op aarde. En ik ben nu plotseling heel gemotiveerd om daar nachtenlang naar te gaan speuren. Ik wil hem eigenlijk echt wel zien. Verder in het nieuws. In een Nederlandse kerk, Jeroen, is een sekstape gemaakt. Ja. En die sekstape heeft ons heel veel geleerd over een van de grootste piemels van het zoogdierenrijk, relatief gezien. In het Nederlands Limburgs dorpje Kastenrij, of Kastenrij, of dat je het ook wilt uitspreken, daar is een wetenschappelijke doorbraak gebeurd, want daarin huist een van de weinige kolonies van de laatvlieger. En de laatvlieger is een soort vleermuis, waarbij de mannetjesvleermuis een penis heeft die 7 keer zo groot is als de vagina van de vrouwtjes. Probleem, logistiek probleem. Daar zit inderdaad het probleem van hoe doen die vleermuizen dat? Nu, er is een onderzoeker met de geweldige naam Jan Jeuken, die... En ik heb naar het interview met hem geluisterd in Nieuwe Feiten. En die man spreekt, met alle respect, zo Hollands als je maar kunt Hollands praten. Okay. En die is zot van die beesten. En die heeft dus in die kerk 20 camera's opgehangen die die vleermuizen 24 uur op 24 uur filmen. Ja. Mm-hmm. Nu heeft een van die camera's iets opmerkelijk kunnen vaststellen, want één specifieke camera-opstelling was gemonteerd in het kiekeboek. Het is een soort van, ik weet niet waarom ze het kiekeboek noemen, maar dat was een ruimte... Kiekebuik. Ja. Om naar de buik te kijken. Correct. We kieken naar de buik. We kieken naar de buik, ja. Naar de buik. Boven het altaar waar de vleermuizen de kerk binnenkomen. En daar kan je dus zicht krijgen op de geslachtsdelen. Wat blijkt, dat is ook heb de plek waar vaak, dat ze... Dat heb je vaak boven een altaar ook. Hè? Dat is ook... te vroeg. Maar Jezus hangt daarboven. Dat is waar. Ja. Wat blijkt er dus... Dat was ook de plek waar die vleermuizen heel vaak seks hadden. En nu blijkt... En ik kan iedereen aanraden om het gesprek met Jan Jeuken op Nieuwe Feiten opnieuw te beluisteren. Het staat op de website radio1.be. Nieuwe Feiten, kan je het opzoeken. Ongelooflijk. Die man zegt van... Ja, wat je dus normaal bij die vleermuizen hebt... Normaal is er geen sprake... Normaal bij de meeste zoogdieren is er sprake van presentatie. Ik bedoel, penetratie. 20 keer verkeerd gezegd. Heel grappig, maar duidelijk heel enthousiast erover. En wat blijkt dus, er is inderdaad bij die vleermuizen geen penetratie. Wat gebeurt er? De ontvanger van het zaad, de vrouw in dit geval, of ik weet niet of dat het nog andere dingen gebeurt. Dat klinkt als een soort nieuwe woke term. De ontvanger van het zaad. De ontvanger van het zaad. Geen gender aanplakken. Totaal niet. Het mannetje wrijft met zijn penis over de buik van het vrouwtje, tot hij bij de vulva komt. Maar het zaad blijft dus achter buiten de vulva. Het vrouwtje bewaart dat zaad een hele winter lang. Totdat ze van zichzelf vindt. Wel, dat is onduidelijk, want dat staat niet op video. Oké. Dus het vrouwtje bewaart dat zaad ook tijdens de winterslaap. Dus in een soort van container, weet ik veel. En als ze uit de winterslaap komt en voldoende voedsel ziet, dan is het tijd van, nu kan ik zwanger worden, nu zijn de omstandigheden goed, nu kies ik ervoor om mezelf te insemineren. En dat is een uniek fenomeen in de dierenwereld, dat er, letterlijk dat hij zegt, dit is wereldnieuws, het was een gekkenhuis hier, want er zijn nu Zwitserse onderzoekers die erop gesprongen zijn, en dat is ongelooflijk uniek. Dus die Jan kijkt de hele dag naar poep en de vleermuizen. Jan ik Jeuken, denk daar iets van. Absoluut, ja, zo klonk hij. De kerk zou binnenkort een multifunctioneel doel krijgen en zou het gebouw of algemeen de kerk? Het instituut? Dat gebouw zou een multifunctioneel gebouw worden waar er tegelijkertijd en kerkdiensten
en wetenschappelijk onderzoek zou kunnen plaatsvinden. Wow. Dus momenteel is er geen kerkdiensten, maar ze willen het er toch terug binnensteken. Ja. En ik had gehoord dat er hier grote penissen te vinden zijn. Jan Jeuken, 7 meter. Ah, ik bedoel, mag ik deze kerk terug in dienst nemen? Jan Jeuken sluit af met: ik heb al helemaal dicht getimmerd dat ze absoluut niet aan de vleermuizen mogen komen. Dus ja, ah, ja. Student, ja. Oké, prachtig. We blijven in het dierenrijk, Hetty, want er is een genoom. Dus de volledige DNA-informatie. Ja, niet. Niet volledig, oké. Okay. Nee. Maar dus er is DNA-informatie gereconstrueerd van de wolharige neushoorn. Ja. Maar wat was de bron van het DNA? Een gefossiliseerde hyena-kak. Dus een koprolied heet dat, denk ik. Ja, gefossiliseerde kak. Dus wolharige neushoorn-DNA gesequeneerd vanuit de kak van dode hyena. Ja, ik vind het wel cool, want we hebben het vaak over de wolharige mammoet. Maar er was dus blijkbaar ook in de ijstijd, 10.000 jaar geleden uitgestorven ongeveer, de wolharige neushoorn. Zeker. En als je daar skeletten van wil vinden, kan je die zoeken op de bodem van de Noordzee. Ja. Want dat was toen Doggerland. Ja, dus je kunt neushoornskeletten zoeken in de Noordzee. Ja, dus er zijn al heel veel gevonden van die skeletten, zowel in Europa als in Siberië. Maar DNA-data waren blijkbaar tot nu toe alleen beschikbaar van die Siberische populaties. Ah, ja. Om de een of andere reden. En wat ze nu gedaan hebben, is in 2 grotten in Duitsland hebben ze gefossiliseerde hyena-uitwerpselen gevonden. Ze hebben daar het DNA van proberen uit te lezen. Zeer gefragmenteerd uiteraard. Ja. Dus niet gelukt om het volledige nucleair DNA uit te lezen. En wat maar wel is nucleair DNA? Het DNA dat in de kern zit. De celkern, ja. Maar je hebt ook DNA in de mitochondriën. Zoals de energiefabriekjes van onze cellen. Die hebben, bij de mens is dat 0,1% van ons DNA dat in die mitochondriën zit. Het is dat mitochondriaal DNA dat ze hebben weten uit te lezen. Okay. Van die wolharige neushoorn. En ze hebben daaruit kunnen concluderen dat vermoedelijk 450.000 jaar geleden de Siberië populatie zich afgescheiden heeft van de Europese populatie. Ah, ja. Ik vind dat wel cool. In kak van de roofdieren, dat je dan eigenlijk... Dus de hyena heeft een beet genomen van de wolharige neushoorn. Ja, dat was ook geweten. Die aten elkaar... Allee, de hyena's aten de neushoorns op. Het was niet wederzijds. Nee. En hoe oud was de kak? De kak? Ah, dat weet ik eigenlijk niet. Het was niet meer warm. Nee, maar omdat het feit dat DNA zo lang bewaard blijft... Goed, ja, we merken dat nu ook met zo die menselijke skeletten van tienduizenden jaren oud. En was er iets speciaals met die kak gebeurd? Want heel vaak, als je een deftig fossiel wilt of een deftig overblijfsel, moet dat zo in een lavapool goed gevallen zijn op exact hetzelfde moment. Maar of zo, we hebben wel veel van die swamp-achtige, grot-achtige... Misschien was het een turfkak. Zoals je een veenlijk hebt, een veenkak. Oh man, ik krijg nu opeens de neiging om, als ik nog eens in een veengebied ben, om daar overal te gaan kakken. Zie, ik zal nooit vergeten worden. Maar dan moet je wel eerst interessante dingen eten. Ja, voilà. En dan moet je broek op je enkels omvallen in het veen en dan vinden ze je zo later. Ja, inderdaad. Ja. Ze hebben het DNA van de Big Mac kunnen reconstrueren uit mijn veenkak. Maar wel cool, hè. In die dat is kak. Heel cool, ik vind dat cool. Ja, super. Oké, nog één DNA-dingetje. Er zijn mensen gecrisperd. Levende mensen, dus volwassen mensen. In het Verenigd Koninkrijk? Ik denk dat het in Nieuw-Zeeland was. Er is een studie gebeurd om mensen te crisperen om hun cholesterol te verlagen. Huh? En het werkt. Oh. Dus, CRISPR, als ik mij niet vergis, is dat een revolutionaire techniek. Om snel en goedkoop veranderingen aan te brengen. DNA van organismen. Ja, CRISPR kan je doen op ofwel de net bevruchte eicel, zodat heel het organisme aangepast is. Maar dit is een andere techniek. Hier hebben ze CRISPR toegepast via RNA-vaccins. Oh. Dus het vaccin, zoals het ontwikkeld is, zoals het ook in COVID-tijd gebruikt is, je kan via RNA-vaccins, kan je eigenlijk via vetbolletjes RNA binnenbrengen in een cel. Bij COVID maakten die dan eiwitten van het virus waar tegen ons immuunsysteem zich kon leren verweren. Bij deze studie hebben ze RNA voor een CRISPR-eiwit dat één letter veranderde. Dat is zo'n verschil tussen ofwel verandert je heel veel letters ofwel is het één bazenpaar, denk ik. Hè. Dat is zo één letter. Base editing is, hè? Voilà, inderdaad, ja. Dus base editing, omdat je dan ook minder gevaar hebt om grote fouten te maken, je geeft eigenlijk een hele lap tekst en je zegt, verandert daar nu een keer één letterke van. De bedoeling was, daarmee konden ze een eiwit... Ja, dat is natuurlijk de code voor een bepaald eiwit. En je maakt die code dan onbruikbaar, waardoor het eiwit niet weer gemaakt wordt. En dat eiwit
is een eiwit dat een ander eiwit afbreekt, dat cholesterol afbreekt. Dus, ja. Dus eigenlijk is het vechten tegen cholesterol met vetbolletjes. Ja, effectief. Ja, 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 dat klopt. Maar dus door het één eiwit dat cholesterol afbreekt niet te laten afbreken door dat tweede, kun je eigenlijk je cholesterol beter regelen. En dus, ze hebben een studie gedaan, effectief, met dat CRISPR-vaccin. En het werkt. Het was op heel weinig mensen wel. Het was maar 10 mensen. Maar zij vermoeden zelfs dat ze levenslang cholesterol kunnen verminderen. Dus geen boosterprik. Nee. En ja, dat maar ook... hier, dat wil ik even wel zeggen. Als je vaccins neemt tegen COVID of zo, dat verandert ons DNA niet. Hè? Want ik hoorde wappies al. Ja, maar effectief, het is goed dat je het zegt, Hetty. Zelfs gewoon mensen die luisteren in de auto en zo al van half flarden horen en ja. niet. Moet niet al van half luisteren in de auto. Je moet maar... u neerzitten, stilzitten en notities maken. We zullen het even vergelijken. Dus die RNA-vaccins is een nieuwe manier om RNA in onze cel te krijgen en daar dus iets te laten produceren. Bij het COVID-vaccin is dat het eiwit dat lijkt op dat virus-eiwit, waardoor ons immuunsysteem dat leert aanvallen. En hier is dat een CRISPR-eiwit. Enkel de bezorgmethode is hetzelfde. De inhoud van het pakketje is totaal anders. Ja. Waar dit eigenlijk op neerkomt is, je kunt een pakketjesdienst gebruiken om je dingen te laten bezorgen thuis. En misschien krijg je thuis wel voedsel bezorgd, wat je nodig hebt. De metafoor parachute gaat al open. Nee. Wat als je niet thuis bent, ze steken een papiertje in je... Ja. Nee, de metafoorparasiet zal niet nodig zijn. Dus, stel, je hebt een nieuwe pakketjesdienst. En je kunt die gebruiken om voedsel te laten leveren bij je thuis. Voedselpakketten. Dan kun je daarop overleven. Maar je kunt die pakketjesdienst ook gebruiken om een explosief te laten leveren in je huis. Nee. Dan is het niet de pakketjesdienst die verkeerd is. Dan kun je niet zeggen, ik laat mijn voedsel niet leveren, want ze gaan zo explosieven bij mij binnenbrengen. Ze hebben eigenlijk een software-update gekregen. De payload is veranderd. Ik was al wegen. Maar dus, ik denk wel dat vrij uniek is dat CRISPR op die manier op volwassen, volgroeide mensen gebruikt wordt. Het is dus geen vaccin, voor alle duidelijkheid. Wat ik wel heel gezegd had, dat ze geen nieuw ding gaan moeten krijgen. Dus het is dat weet ik niet. Ik heb het niet gevolgd, het nieuws eigenlijk. Als dat niet is, dan is dat wel een blijvende aanpassing die dat er gebeurt. Dat is ook de bedoeling, ja. Ze vermoeden dat, hè, want de studie is nu net gebeurd. Ja, want dat is wel zot, want cholesterol en zo hart- en vaatziekten, dat zijn wel heel veel mensen dat daaraan doodgaan. Hè. Ja, en daar draait ook een enorme tak van de farmaceutische industrie op die statines. Uh-huh. Dus ik weet niet of die zo blij gaan zijn, dat ik dat liever niet hebben zo doorgaan. Mensen worden nu ook gemonitord dat die geen zij-effecten hebben, hè? Want het is nu pas... Ja, tuurlijk. Dat staat er ook bij. Ja. Het is veel te vroeg om zekerheid te hebben over veiligheid. Nu, het feit dat nu op mensen getest is, wil zeggen dat de dierproeven al gepasseerd zijn, hè? Want anders krijg je daar geen toestemming voor. Soms. Maar CRISPR werd tot nu toe op mensen eigenlijk enkel gedaan op cellen die uit het lichaam gehaald werden. Hè? Dus witte bloedcellen uit het lichaam aanpassen en dan terug erin. Of cellen die zeer makkelijk bereikbaar zijn. In het oog bijvoorbeeld, dingen die aan het oppervlak liggen, wel. Maar ik vind dat wel zot, want inderdaad, cholesterol, dat lijkt... Ik dacht dat al langer dat iets heel genetisch was. Want bijvoorbeeld, ik ben genetisch voorgeprogrammeerd om een hele lage cholesterol te hebben. Mijn moeder ook. Wij eten mega vettig, mega slecht soms. En dat tekent totaal niet aan. Ik heb familiaal een hele hoge. Dus ik mag doen wat ik wil. Ik krijg hem nooit veilig. Ja. Dus je doet het ook niet. Jawel. Wij moeten eigenlijk ons best doen dat hem niet te laag wordt. Ah ja, oké. Okay. Ja. Kan dat? Al die influencers gaan nu overschakelen... Tinfluencers, want ik heb een artikel gelezen. Die gaan nu overschakelen van Ozempic naar dit. Wie weet. Maar te laag kan zeker, want cholesterol is een zeer nuttig iets. Dat zit niet zomaar in ons lichaam. Hè. Dat is ook... in heel die biochemical pathways komt er nog van alles anders uit en zo. Dus je hebt dat zeker nodig, maar te veel is te veel. Prachtig. Oké, we hebben nog een paar fandom dingetjes staan. De three body problem hebben we het al vaak over gehad. Hebben we zelfs een special over opgenomen. Hè. Hebben we het eens over gehad. Three body problem is een boekentrilogie van een
Chinese schrijver. Ik zou zijn naam proberen uitspreken, maar Frederik ga Xu Xixin Liu. Ik doe het niet meer. Voilà. Els monteert Xixin Liu, denk ik. Uitspraak in. Nu zo'n Google die erover zo. Ching Chuai Liu. Fantastische boekenreeks, vooral omdat het is zelf ook een wetenschapper en hij schrijft science fiction, dus hele far-out ideeën, maar wel altijd met een soort onderbouw in bestaande technologie en wetenschap. We hebben het al gezegd dat daar een Netflix-reeks van gemaakt wordt momenteel. Die zou in maart op Netflix komen. Dus vanaf maart zou die daar te zien zijn. De trailer ziet er echt supergoed uit. Het is dan ook van de makers van Game of Thrones. De showrunners van Game of Thrones. Showrunners van Game of Thrones. Benioff en Weiss. Of dat ook. De belangrijkste reden waarom ik het zeg is, als je de boeken wilt lezen, is nu wel de moment. Want vanaf maart gaat dat all over the place is zijn. Is de reeks over de drie boeken of over het eerste boek? Ik denk de drie. Shit. Ik ben niet zeker. Nou, nee. Dan moeten we beginnen doorlezen, want het zijn kleppers. Nu dat je het zegt, dat kan bijna niet, want ze willen sowieso meerdere reeksen. Dus het gaan, gaat het eerste zijn. Ja, oké, dat is wel duidelijk. Wat ik trouwens ook heel tof vind aan die boeken, is niet alleen het sci-fi aspect, want dat is soms, dat is niet altijd voor iedereen, maar dat is ook heel erg geworteld in Chinese geschiedenis, die historie. Dat zit daar zo keigoed in. Dat komt vanuit de Chinese revolutie en zo. En culturele revolutie zit daarin, dus dan zitten we, denk ik, jaren 60, 70, zoiets. Ik heb daar echt dingen gelezen waar dan mijn mond van open viel, dat ik echt niet wist. Ik had net hetzelfde als het confronteert u heel hard met, wat dat ook logisch is, uw heel westercentrisch geschiedenisbeeld, wereldbeeld. Maar Frederik zat toen ook in de podcast, Frederik, mijn niet-bestaande neef, volgens Jeroen, Frederik Skepsis, de broer van Jonas. Frederik zat toen ook in de podcast, die dan ook zei van al die verhalen die gebeuren in een bepaald computerprogramma dat een rol speelt in het boek, gaan echt over de periodes uit de Chinese geschiedenis. Sommige redelijk recent, zoals de culturele revolutie. Sommige langer geleden, met zo die vorsten die tegen elkaar aan het strijden waren. Dus daarvoor is het ook een heel boeiend boek om iets bij te leren over een hele rijke geschiedenis in China, waar wij heel weinig van meekrijgen. Klinkt complex en genuanceerd. Hebben jullie geen schrik dat er gaat uitgevlakt worden in een reeks, adaptatie? Ja, zou kunnen, want bijvoorbeeld in heel die computersimulatie zitten ook personages als Einstein en Newton, omdat die volgt zo'n beetje de geschiedenis ook van de wetenschap. Gaan ze er dan voor kiezen om meer te focussen op de personages die bekend zijn in het Westen of niet? Ik weet het niet. Ik denk, het zou mij verwonderen dat er geen Chinese mensen zelf of mensen die toch echt heel goed mee zijn met de Chinese cultuur ook mee in dat project zitten om dat te ondersteunen. Dat zijn risico gaan ze niet meer pakken. Spelers van Aziatische afkomst? Dat denk ik wel. Want er is zo'n rel geweest dat Scarlett Johansson het meisje van Ghost in the Shell speelde. Dat hebben ze deze keer niet. Ik neem aan dat ze... Okay. Dat ze ofwel voorzichtig genoeg zijn en ook realistisch genoeg. Het is een verhaal dat zo geworteld is in die Chinese China, cultuur dat bijna niet anders kan. Dat kun je echt niet voor Amerikaanse. Voilà, maar ik kijk er geweldig naar uit. En het eerste boek is uit. De andere twee moet ik ook nog lezen. En daar zal ik dan ook een keer aan moeten beginnen, denk ik. Hè. En dan, Els, eindelijk was de eerste special van Doctor Who op de BBC. Misschien eerst om te beginnen. Er komen 3 of 4 specials drie. Nu. Drie komen, in totaal. Doctor Who heeft een traditie van kerst- en nieuwjaarspecials. De vorige reeks is ook alweer een tijdje geleden. Was het einde van Jodie Whittaker als eerste vrouwelijke dokter. En nu is het David Tennant terug. En de eerste special is net geweest. Het zijn eigenlijk 3 specials ter ere van 60 jaar Doctor Who. 60 jaar al, zeg. Verleden donderdag was Doctor Who jarig. Dat is ouder dan de Voyager. Voilà. Ja. Nu, misschien voor mensen die het niet kennen, even heel kort. Jij hebt een buitenaards wezen, dat is een Time Lord, die reist rond in tijd en ruimte in een ruimteschip. Dat is een TARDIS, dat is blauw, dat is een telefoonhokje en dat is groter aan de binnenkant. Daar gaat het eigenlijk over. Voilà. Die pikt ook onderweg mensen, meestal zijn dat mensen, op om hem hun een beetje gezelschap te houden in die TARDIS en avonturen mee te beleven. Belangrijk aan die reeks is denk ik de flavor. Dit is geen bloedserieuze science fiction, dus denk niet aan Star Trek of aan Star Wars. Er zit heel veel humor in, veel relativering, veel silliness ook. En geschiedenis ook, hè? Zeer Brits ook. Ja, en veel geschiedenis, want je kan terugreizen naar bepaalde periodes uit de geschiedenis. Dus het werd ook wel wat educatief gebruikt. Hè, van je kunt zo wat geschiedenis bijleren. Mijn kinderen bijvoorbeeld, die hebben voor de eerste keer gehoord over de hele
India-Pakistan-scheiding en dat voor de eerste keer in een Doctor Who-aflevering en daarna over beginnen opzoeken enzovoort. Dus het heeft echt wel zijn nut. Maar het belangrijkste is, het is geweldig plezant om naar te kijken en de verhalen, de plotlijnen, de larger-than-life vijandschappen, vetes, intriges, zijn ook supercool. Hè? Maar plus ook, ze hebben daar een hele slimme vondst gedaan, al 60 jaar geleden. Namelijk, de dokter waar dat het allemaal over gaat, die kan regenereren. Dus af en toe wordt dat gewoon een nieuwe acteur. En voilà. Dan is dat nog altijd hetzelfde personage, maar die ziet er gewoon anders uit. Want dat is normaal in de wereld van Doctor Who. En nu is het David Tennant, die een van de populairste dokters ooit is. Het is mijn favoriete dokter. Absoluut. Ook. Els, ik moet zeggen, ik heb nog niet gekeken. Ik ben het aan het sparen voor vanavond. Ik heb al twee keer gekeken. Ja. Ik heb wel de trailer gezien. En Tennant is back. Amai, het is zo goed. Het is zo goed. Ik voel me een beetje als een voetbalfan die is ingestapt bij de voetbalploeg op het moment dat ze Europees aan het spelen waren en dat mega goed ging. En dan even is moeten blijven als het ietske minder was, maar nog altijd geweldig was. Want jij, de beste van de wereld. En nu zijn we terug Europees aan het spelen. Oh my god, Champions League. Zo goed. Dus eigenlijk ook de mensen die het maakten op het moment dat het in het verleden het meest populair was van in heel zijn geschiedenis. Scenarist en showrunner. Ja, zijn terug de mensen die het nu maken. En ja, het is echt zo, je komt binnen, hup, baf. Allee, er is weer een slechterik bijgekomen die ongetwijfeld heel lang weer gaat blijven plakken. Die zo bij de Weeping Angels en zo gaat bij in de rij komen. Kunnen mensen instappen met deze specials of is dat moeilijk? Ik kijk even naar Hattie, die onder lichte dwang met mij heeft meegekeken. En diepzucht. En geen... Ik heb, voordat de aflevering begon, heb jij eerst een kwartier uitgelegd wat dat er voordien gebeurd is. Want er zijn wel een aantal dingen voor deze dat je moet weten uit het verleden. Hè. Ze leggen het eigenlijk uit voordat de uitzending begint. Maar natuurlijk, we hebben op BBC gekeken. Dat was in het Engels, met Engelse ondertiteling. En ja, dat is dan soms... Allee, als je geen perfect Engels spreekt, dan verlies je iets van de nuance of iets van de verhaaldingen. Maar het is dus ook te bekijken op Disney+. Ja, inderdaad, dat zag ik. Dat dat perfect kan met een Nederlandse ondertiteling. Ja. Maar ook dat voorstuk dan. Ja. Okay. En daar leggen ze eigenlijk in uit. Want het is inderdaad, het gaat verder op een vroegere verhaallijn. Je hebt ze niet echt nodig om het te snappen wat dat er gebeurt, maar het is wel leuk. Ja, ik zeg altijd, volgens mij instappen in Doctor Who kan... Of, dus je hebt de oude reeks in Doctor Who uit de jaren 60, 70. Je hebt dan de nieuwe, na het jaar 2000 is er een heropstart gebeurd, eerst met Ecclestone. Je kunt perfect starten met die eerste van de nieuwe reeksen met Ecclestone. Voor mij persoonlijk kun je ook de eerste overslaan en beginnen van de tweede reeks, want dan is het met David Tennant, die de beste dokter ooit is. En dan ontdekte langzaamaan wie dat de vaste personages zijn. Elke aflevering staat ook op zich als verhaal. En dan ontdekte dat ook. Enfin, zo ben ik eigenlijk verslaafd geraakt aan Doctor Who. Nu zijn die specials er. Op Disney+, kunt je ze allemaal bekijken. De eerste is geweest, misschien de tweede ook al, als deze podcast online komt. Wat ik nog even wilde zeggen is, ik vind dat Doctor Who, als het op zijn allerbeste is, belangrijke maatschappelijke thema's aansnijdt zonder te belerend te worden. En dat doe ik het nu terug. Ja. Ah, en de special ook weer? Ja. En het is zo, want ja, je hebt altijd natuurlijk, dat bestaat al 60 jaar. Er zijn mensen die er al 60 jaar naar kijken, die ook al niet meer zo heel modern zijn van gedachten altijd. Die het niet altijd tof vinden als er zo hele moderne ideeën daarin tevoorschijn komen. Maar ik vind, het wordt goed in het verhaal geïncorporeerd. En dan vind ik dat gewoon super tof. Ik ga vanavond kijken. Doen. Sowieso. All right, we gaan onze fandom loop eventjes verleggen van de fictie naar de games. Want Kurt, je hebt ook een verjaardag en je loopt eigenlijk al de hele tijd te glunderen omdat je hierover mag praten. Ja, het is 25 jaar oud. Een spelletje dat heel veel computergamers gespeeld gaan hebben. Noem het niet gewoon een spelletje, Kurt. Het is een beleving. Een immersieve... Hoe heet het? Een immersieve beleving. Half-Life. Half-Life. Half-Life is 25 jaar deze maand. En het is gratis nu even. Dus als je het nu downloadt... Wat is dat? Ja, Half-Life. Oké, dus in alle genres van computerspelletjes heb je
First-person shooters. First-person shooters, heel simpel uitgelegd. Je loopt met een geweer rond en je schiet op alles wat er beweegt. En first-person, je kijkt vanuit je eigen ogen. Ja. Je kijkt vanuit je eigen ogen, dus je ziet eigenlijk het personage niet. Je ziet alleen zo een beetje de bovenkant van het wapen. Je zoekt kogels, je zoekt deuren die open moeten gaan. Je schiet monsters dood. Er zit een beetje een verhaal in. De monsters worden sterker, de wapens worden sterker en uiteindelijk red je de wereld. Voilà. Doom, Quake. Begonnen met Castle Wolfenstein? Castle Wolfenstein was er ene. Duke Nukem was ene in die serie. Doom was eigenlijk de nog voor Castle Wolfenstein, de eerste bekende. En toen kwam, had je zo een ontwikkelaar die dacht zo Gabe Newell. En die vond dat wel tof, maar die dacht, er zit geen verhaal in. Hij zegt, er zit wel een verhaal in, maar je hebt zo geen belevenis. Je hebt zo geen... En zo de manieren hoe dat op dat moment verhaal of extra cinematische dingen gegeven werden, waren met de zogenaamde cutscenes. Iedereen haat cutscenes. Waarom? Omdat je bent een spelletje aan het spelen en ineens begint er een filmpje te spelen en moet je gewoon wachten tot het gedaan is. Er bestaan t-shirts, press X to... cutscene. Ik heb die gemaakt, ja. Ah, je hebt die gemaakt, ja, gelukkig. Lieve scherm, het is te koop. Dus dat haalde je gewoon uit je beleving van je spel. En wat er zo cool was aan Half-Life, die hebben dat immersieve... Er zaten heel veel innovatieve dingen in dat spel. Die hebben dat first-person shooter eigenlijk naar een nieuw niveau gelanceerd vanaf dan. En bijvoorbeeld één was dat die cutscenes, die zaten er nog in. Alleen, je speelde daarin. Je kon eigenlijk een beetje meebewegen. Er gebeurde gigantisch veel rond u van verhaal. Professoren die daardoor aliens werden opgegeten. Of vijanden die ineens gewoon daar kwamen. En je kon daar naar kijken of je kon dat negeren. Maar je kon gewoon ook verder blijven spelen. En dat maakt het gewoon geen... Ja, dat maakt het heel immersief. Bijvoorbeeld het spel start dat je in een railwayke gaat je naar in Black Mesa. Dat is eigenlijk de onderzoeksfaciliteit waar dat jij als hoofdpersonage, als speler, als Gordon Freeman rondloopt. En je gaat daar eigenlijk een soort experiment gaan doen. Maar de eerste 2 minuten van het spel zijt je gewoon eigenlijk naar cutscenes aan het kijken zonder dat je het door hebt. Omdat je aan het verkennen bent. Je bent aan het verkennen, je zit in die sfeer. Je moet je een hazard suit gaan halen, je moet je een crowbar, want je hebt natuurlijk geen mes, want je bent gewoon een wetenschapper, je bent geen getrainde soldaat. Het is met een duur woord, environmental storytelling. Ja. Het is ik wou het vanuit de beleving vertellen. Hè. Het is een legendarisch spel, daar zijn er 2 van gemaakt. Er zijn er 2 hoofdspelen van gemaakt. Half-Life en Half-Life 2 is eigenlijk nog beter. Omdat dat is zo eigenlijk het begin van heel de fysica-omgeving, om het zo te zeggen. Alles wat dat er rond is, konden vastpakken, konden meegooien. In plaats van vroeger was dat zo een 2D-bord waar je tegen kon leunen, waar een raam opgetekend stond. Blokje cola, je kon dat vastpakken en je kon dat aan de vijand gooien of je kon dat als afleiding gaan gebruiken. Zo het begin van de werkelijkheid is... echter of zo? Of je zit er nog meer in? Het heeft ook een heel iconisch logo. De lambda in een cirkeltje. Ja. En de lambda is ook het wetenschappelijke teken voor Half-Life. Hè. Dus de periode waarin dat iets een nucleair element bijvoorbeeld nerdy all the way. Tot de helft vervalt. Als ik ooit een tattoo laat zetten, is het dat. Echt waar, ja? Ja, als ik zou moeten, gun to my head. Je moet nu een tattoo laten zetten. De lambda ergens op mijn lichaam. Van Half-Life of van de wetenschap? Voor beide eigenlijk. Het heeft veel van mij betekend. Het is een spel dat een enorme fanbase heeft. Ja. Ik denk dat die lambda ook hier en daar opduikt in andere games. Hè? In andere games? Ja, zit het in Portal ook niet? Dat is van dezelfde maker. Ah, voilà, inderdaad. Dus hier en daar zit die lambda. En ook in het eindnummer van Portal wordt Black Mesa ook vernoemd. Hetzelfde universum. Ja. Voilà. We hadden het zo een tijdje geleden over zo geluidsiconen. Ik weet niet of het juist een term was. Zodat Wikipedia had er ook zo een. Zo in Netflix, iedereen kent dat. Iedereen kent dat. Wel, wij twee kennen het. Heel veel gamers gaan we nu... We are creaming our pants. En de 4 mensen zitten hier aan tafel. Dat was het geluidsfragment van Valve. Het bedrijf dat eigenlijk opgericht is om dit spel te maken. En daarna inderdaad ook Portal gemaakt heeft. En Half-Life 2 en nog een paar andere spelen. Maar vooral en bekend Steam? Is dat ja, vooral bekend is geworden van Steam. Ja. Van het platform waar je games kunt kopen. Ja, er is ook zo een soort trope dat er een nieuwe versie van Half-Life heel lang verwacht wordt. Half-Life 3... Dat is telkens als er iets mysterieus wordt aangekondigd in de gamewereld waar veel mysterie rond is, dan is het een beetje de mop dat iedereen zegt, eindelijk, Half-Life 3 is er. Want Half-Life
2 hebben ze gevolgd door Half-Life episode 1, ja. Half-Life episode 2. Ja. En dan met de belofte van deze episodische dingen gaan we verder zetten. En dan is er niks meer gekomen. Dus nee. Die zijn op een enorme cliffhanger, waar dat ze eigenlijk niet meer aan durven komen. Nee, okay. Het is gewoon Valve, het bedrijf. Ze verwijten die dat die maar tot 2 kunnen tellen. Je hebt Half-Life 1, Half-Life 2. Je hebt Portal 1, Portal 2. Ah, ja. Je hebt er nog ene, denk ik, ook maar 2 versies. Left 4 Dead 1 en Left 4 Dead 2. Ja, inderdaad. En dan stopt het. Voilà, maar kijk, Half-Life game geschiedenis. 25 jaar oud nu, maar over 1 en 2 ga ik naadloos over naar het volgende onderwerp, want de Talos Principle 2 is uit. Ja, computergames, we hebben het hier af en toe over, maar alleen als we ze legendarisch vinden. Ik vond de Talos Principle 1 vond ik een ongelooflijk fantastisch programma. Het is eigenlijk, je zijt zelf een artificiële intelligente robot die wakker wordt in een wereld waar de mensheid uitgestorven is. En je wordt constant getest, je moet puzzeltjes oplossen en je moet kijken. Eigenlijk testen ze je AI-systeem om te zien hoe goed het al is. Absoluut, het leunt heel hard aan. Als je Portal of Portal 2 gespeeld hebt, dan is het eigenlijk dat soort genre. 3D-puzzel met een verhaal met een hele toffe backstory waar je, dat je ook heel immersief ingezogen wordt. Maar het mooie aan de Talos Principle is dat hun decors weergaloos zijn. Dit is het eerste spel, Talos Principle 1, waar dat ik effectief staan kijken naar het landschap. Dus gewoon stoppen met spelen en rondkijken naar het landschap, omdat het zo mooi vormgegeven was. Eigenlijk, ja, zo Keltische dorpen en zo en dat soort dingen. Ik vond die puzzels soms wel moeilijk, ik ga eerlijk zijn. Ze zijn heel moeilijk, maar ze zijn ook wel rewarding als je ze vindt. Ze bouwen ook wel op en je kunt altijd online kijken naar de oplossing. Hè. Dat is niet volgens de erecode. Nee, hoor. Maar ik speel voor mijn plezier, dus wat ik het plezierigst vind, dat doe ik gewoon. Plezier. Ja, voilà. Talos Principle 2 is uit. Die trailer ziet er ook weer enorm het goed ziet er grafisch nog beter uit. En die backstory is ook tof, omdat ze doen heel mysterieus, ze doen half religieus. Er zit, vind ik, een geniale clue in de Talos Principle 1. De vraag is, mag ik hem nu vertellen of nee? Nee, natuurlijk niet. Vertellen. Oké. Een heel klein beetje weg te geven. Je vindt hem online. Ja, om een heel klein beetje weg te geven. Talos Principle is eigenlijk, de mensheid is uitgeroeid. En er is een god die bezig is om de mens terug via AI te laten genereren. En jij bent eigenlijk het testprogramma. Dat zijn je eigenlijk aan het doen. Een nieuw bewustzijn in AI creëren. En dat proberen ze te testen door. Kunnen ze die puzzels al oplossen? Maar je wordt constant toegesproken door een soort godfiguur. You have done well on this my quest. Son. En zo, dat soort my dingen. Child, sorry. My, my, child. Child. My child. En onderweg vinden dagboekfragmenten van de mensen als de wereld aan het vergaan is. En zo hoe dat ze alles aan het opstarten zijn om dat nieuw AI-bewustzijn eigenlijk op te starten. Hè. En hoe heten die goden nu weer? Die hebben zo van die mythische namen ook in de Talos Principle. Ja, en nog andere dingen. Maakt eigenlijk niet uit. Maar zwart, Talos Principle 2, ook een game dat zeer het vermelden waard was. Moet je de 1 gespeeld hebben om de 2 te doen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is net zoals bij Half-Life. Dus het verhaal gaat verder, hè. Maar ik zou 1 wel spelen, want het is geniaal. Ja. Allee, het staat heel hoog in mijn lijst van beste games, Talos Principle 1. Vooral ook door die beetje filosofische plot twisten op het einde. Oké, dat waren al onze onderwerpen. We hebben nog enkele dingen die wij willen meedelen. Enkele dingen die wij gaan doen de komende maand. We gaan laten ons beginnen met het Nerdland Festival. Dat komt eraan in mei, 25, 26 mei. Ja, 24, 25, 26 mei. En wij zijn daar nu al mee bezig, uiteraard. Wij zoeken op dit moment zotte ideeën vooral. Dus mensen die een talk willen komen doen, een demo, die iets willen bouwen. Alles wat wetenschappelijk, technologisch is, makercultuur is, of ooit iets gezien of gehoord hebben, of op YouTube, of denken, hé, dat zou daar passen. Dien dat in op gewoon nerdlandfestival.be. En ik zou echt zeggen, doe dat gewoon. Je moet het voor duidelijkheid niet zelf komen performen. Nee, want dat is een verwarring die ik vaak zie. Ja. Als je iets cool online gezien hebt, de middelen en het geld en de logistiek, dat zal de organisatie wel uitwerken. Het is vooral dat dus ook. Dus je kunt zeggen, ik heb daar zo ene gezien in Amerika, en die praat heel cool over wetenschap, en kunt er die niet uitnodigen. Neil deGrasse Tyson heet hij. Misschien. De eerste vraag is, heb je een tip voor ons, of wil je zelf iets komen doen? En dan gaat er een andere boomstructuur open achter de schermen. Maar ik zou zeggen, gewoon doen. Ik kom heel veel mensen tegen, als ik nu dingen doe voor bedrijven en zo, die zeggen, ik ben bezig met artificiële intelligentie, maar is dat wel interessant genoeg? Of ik ben bezig met synthetische biologie, wij zijn bacteriën. Maar uiteraard. Ja. Ik vind dat straf hoe bescheiden dat wij nog zijn. Maar wij zijn ook, wij willen
willen de plek creëren waar mensen samenkomen Absoluut. Die hierdoor gepassioneerd ja. zijn. Dus als je de reflex hebt van, ja, maar ja, goh, op Pukkelpop kan ik toch... Ja, nee, natuurlijk niet op Pukkelpop, maar je dat niet maar bij ons wel. Ja. We want to know and the crowd ja. wants to ik know. Verbaas mij ik verbaas mij elk jaar wat dat er op het Nerdland Festival volklokt. Dat ik denk van, oh, dit is wel heel niche. Gaat daar een publiek voor zijn? Als er nu één plek is ja. waar dat er een publiek voor is, dan is het wel het Nerdland Festival. Ja. Ongelooflijk. Het niche onderwerp is de ja. koning bij ja. ons. Als wij allemaal in ons schulp blijven kruipen en denken dat het allemaal niet bijzonder genoeg is, dan zitten er binnenkort allemaal Nederlanders op het Nerdland Festival. Wij houden van Nederlanders. Dank u wel aan onze Nederlandse luisteraars. Wat dat je wil zeggen is dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Ja. Ik bedoel, alleen Nederlanders. Ja. Wat is alles, hè? Talks, ja. doe dingen, korte demos, lange demos. Okay. Niet twijfelen, doen. Echt All right. waar. Nerdlandfestival.be. Voilà. En je kan je trouwens ook al aanmelden als vrijwilliger. Cool. Officiële inschrijving volgt dan later, maar zo hebben wij al een lijst van geïnteresseerden. Dus dat kan ook op de website. Excellent. Hettie, jij speelt ook nog uw missieshows, het ja. wetenschappelijk jaaroverzicht. Ja, en met steeds meer plezier. Cool. het is 40 zalen op dit moment, 40 culturele centra. Heel veel shows zijn uitverkocht of zitten aan de laatste tickets. Hoera. Wij zijn shows aan het bijboeken. In een paar Leuven, zalen twee keer. In Arenberg, in Tegent. Twee Arenbergs, Hettie. Twee in Tegent, twee Leuven depots. Ja, dat is cool. de max. Dus tickets aan info, hettiehalsmortel.be. Yes. Ik zelf speel ook nog met mijn AI-show. In 2023 is er nog maar één plek waar tickets verkrijgbaar zijn. Dat is in Oostende op 13 december. Jee, Oostende. Dat is laatste... zo'n schone zaal daar. Daar moeten ze toch zeker komen kijken. Voilà, in het kuurzaaltje. Dus 13 december in Oostende zijn nog tickets. En dan na de zomer speel ik ook nog de Nederlandse shows na de zomer, waar ook nog tickets voor zijn. Na nieuwjaar, pardon. Dus vanaf januari, februari. Dus na nieuwjaar speel ik ook nog de Nederlandse shows, waar er na nieuwjaar nog tickets zijn in Groningen, Amstelveen en Bergen-op-Zoom. Alles op lievenscheire.be. Als jullie willen kerstshoppen, want dat is natuurlijk de moment, dan kan je ook terecht op nerdland.be. Wat hebben we daar allemaal te koop als kerstcadeautjes? Boeken uiteraard, tickets van onze show. Kerstballen, zowaar. Ja. Nerdland kerstballen. De scheurkalender ligt daar nog. En natuurlijk hebben we nog t-shirts en andere geekwear. Maar dus kerstshoppen kan je zeker ook doen voor al je geeky friends op nerdland.be. Jeroen, jij bent overbezet met lezingen. Ik geef lezingen over AI op uw bedrijf of event. Jeroen-waard.be, ik doe dat graag. Het is volledig complementair aan Lieve zijn lezing. Het is aanvullend, kritisch en breed. En ik doe dat graag. En het is plezant. Voilà, Jeroen-waard.be voor AI-lezingen van Jeroen. En dan Els, je hebt een bijzondere website waar je ons nog nooit over verteld hebt. Ja, ik heb een klein beetje een corny websiteje gemaakt jaren geleden. Dat heet kersthuis.be. Het is namelijk zo, ik heb een paar jaar geleden heb ik voor Radio 2 een reportage-reeksje gemaakt over mensen die volledig heel hun huis vol lichtjes hangen. En die dan liefst ook programmeren op muziek of in vormen en zo. Dus maar echt zo volledig erover. Hè. Niet gewoon zo van, ik heb de kerstman in de nof staan en zo'n beetje lichtjes. Nee, echt zo Light van, show. Je rijdt de straat in of je rijdt het dorp binnen en je hebt zo al een waas in de verte. Daar is het zo. Ja. Dat, hè. Dus ik verzamel dat soort huizen op een kaartje. Ik heb daar een website van gemaakt. Ik vind die mensen heerlijk gaga. Die zijn allemaal ook volledig vol van wat dat ze gecreëerd hebben. Dus als je daar naartoe gaat, je spreekt die mensen aan. Vaak hebben die zoiets van, kom in de nof, we gaan een druppeltje drinken. En zo. Allee, dat is supergezellig allemaal. Dus wat dat wij vaak doen in december, is zo Turkus rijden langs die kersthuizen. En voilà, ik heb daar eens een website van gemaakt. Zodat iedereen samen met mij al die geweldige hobbyprojecten kan gaan ontdekken. Of als je tips hebt van zo'n huis ergens in je straat of buurt. Ja, allemaal. Dus. Ik wil ze allemaal op mijn website krijgen. Dus je mocht het ook doorsturen. info@kersthuis.be. Je kunt ook fan worden op Instagram, kersthuis.be. En er is dus de website. Pak de gewoon op die tour dan een zak plons mee. Voor... Ja. Ja. Wel, het is grappig. Ja, vertel dan een keer. Ah, wel. Ik heb... Vertel dan een keer. Geef mij nog een druppel en vertel dat voor ons. Kersthuisroddels.be. Ja. Ah, wel, om dus even aan te geven hoe heerlijk gestoord dat sommige van die mensen zijn. Maar echt op de beste manier mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld mensen die
een kersthuis hebben in Nazareth. En die wonen in de buurt van een school. Dus om 4 uur is school uit. Dan moeten die lichtjes aan voor de kindjes. Maar dan kunnen die niet meer koken. Want anders springt de plom. Ah, oké. Dus volledig december wordt daar niet meer gekookt na 4 uur. Dus voor de kinderen. Die gaan dus constant friet nalen en zo. Want ja, de lichtjes moeten aan. Hè. Ja, ja. Deliveroo vindt dat thuis wel heel gemakkelijk. Ja. Geen sponsor. Het ISS ook. Maar dus op de website vind je een volledige kaart met dan echt zo aanduidingen. Hier staat een kerst. Ja. Er zijn ook aanduidingen. Hier stond een kersthuis. Ja. Dus dat zijn, Pantarij. Ik wil dan ook wel die nog een beetje eren. Soms zijn dat mensen die er niet meer zijn. Soms zijn dat mensen die gewoon gestopt zijn. Maar ook vaak vinden online daar nog verwijzingen naar. En dan weten mensen tenminste, daar moeten niet meer naartoe rijden. Want die doen het niet meer. Nederland hoort niet bij de kaart. Als er een Nederlandse luisteraar is die kersthuis.nl als zustersite wil oprichten. Of ik wil dat er bij mij ook wel op zijn. Probleem. Kijk, hè. Als er vraag is voor Nederland, kunnen we dat ook doen. Kerstlichtjes. Ik kijk er al naar uit. Eigenlijk sinds dat ik in Scandinavië gewoond heb, begrijp ik zowel de... Allee, in Scandinavië is kerstmis overleven. Hè. Je hebt die lange donkere winter. Ja. En voor hen is dat die sfeercreatie, die kaneelgebakjes. Zweden overleven daarop gewoon. Dus dat is, en dat komt dan ook van het oorspronkelijke lichtfeest dat je in alle natuurgodsdiensten die ver van de evenaar liggen tegenkomt. Hè. Het moment dat de dagen terug langer worden. En dat wou ik hier toch ook eventjes vermelden. Het exacte moment waarop de zonnewende plaatsvindt in december is op vrijdagochtend 22 december om 4:27. Dus... Vreesgoed moment om te passeren naar een kersthuis. Bijvoorbeeld dat in Aalst. Daar kun je op je auto dus afstemmen op een frequentie waarop dat die mens dus muziek uitzendt, zodat je kunt zien dat die lichtjes dansen op die muziek. Prachtig. All right, voilà. Daarmee hebben we alles gehad. En dan hebben we natuurlijk nog een sponsor. En dat is deze maand Indurium, Jeroen. Indurium, ja. Weet er iemand, kent er iemand het woord Indurium? Of van waar dat het komt? Is dat geen chemisch element? Nee, dat is geen chemisch element. Is dat niet als ze vragen welke groenten dat er op hun durum moet? Nee, dat is een grondstof. Wat moet er in durium? Welke saus in durium? Het is een grondstof uit World of Warcraft. Oh. Want inderdaad, de oprichters van Indurium zijn nerds. Vroeger speelden die veel World of Warcraft, maar dan moest er denk ik geld verdiend worden. Okay. En hebben ze ook een bedrijf opgericht in 2007. Het is een spin-off van de KUL. En wat die eigenlijk doen, is geavanceerde eindige elementen simulaties. Voor de mensen die het in Keulen horen donderen, als je een fysisch proces wilt simuleren, dan is één van de methodes een eindige elementen simulatie, waarmee je dus het gedrag van materialen, producten en structuren op voorhand kan berekenen. Heel typisch wordt dat gebruikt bij productontwerpen, bij grote installaties. Die moeten gecheckt worden op, basically, gaat dat blijven staan? B, gaat dat blijven staan als er een beetje wind waait? En C, gaat dat blijven staan als er veel volk opstaat? Maar van waar de naam eindige elementen? Omdat je, denk ik, het probleem segmenteert in verschillende aparte punten die dat je zelf simuleert. Een manier om op te delen in deelproblemen. Om maar te zeggen, met wat dat die hebben samengewerkt, die werken heel hard in de entertainment sector. En die hebben bijvoorbeeld berekend... Moet je wel zeggen, in de entertainment sector heb je veel eindige elementen. Voor Eurovisie hebben die gewerkt, Els. Dus als er bij Eurovisie iets groot op het podium staat en het moet blijven staan, dan berekenen zij dat. De Olympische Spelen, Tomorrowland, de tours van Bon Jovi, Rammstein en Beyoncé. Ja, in die volgorde. En het is dus echt gewoon... is het bestendig tegen alles wat het moet kunnen. Dus het feit dat het podium niet op Bon Jovi zijn kop klettert, of als dat Beyoncé wil... op een groot paard over een podium kan schrijden. Ja. Een voorbeeld dat ze gaven is, Robbie Williams heeft een tour gehad waarin hij een soort van gigantische sculptuur van zichzelf op het podium liet danglen, waarop dingen werden geprojecteerd. Ja, je wilt niet dat je publiek verpletterd wordt door de gigantische façade van Robbie Williams. ik weet het, ja, ik vind het ook heel grappig, maar dat wilde dus niet. En dan huurt je Indurium in, omdat te checken. Charlotte Witte, Coldplay, ze doen ook tegenwoordig virtuele studio's. Als mensen en als je daar werkt, kun je dan ook het podium van Coldplay wel doen instorten? Is het dit wat de sponsor wil? Ik ben hier aan het werk. Kan, hè? Als je, voor de mensen die de Mandalorian gezien hebben, zo het systeem van dat je een virtuele studio hebt, die aan de hand van het camerastandpunt eigenlijk op grote schermen, in plaats van een greenscreen, maar op grote schermen achter de acteurs eigenlijk de omgeving laat zien. Als je geen greenscreen meer nodig hebt, daar zijn ze ook mee bezig. Ze doen impactsimulaties voor bruggen, voertuigen van baggeraars. Basically, het is heel grappig. Het is eigenlijk een wiskundige techniek die zij
heel verfijnd hebben en daar specialisten in zoeken. En die vinden terug in alles. Van pretparken ook, hè, van denk ik. Van fietspadborden, pretparken. Ja, inderdaad, als je een rollercoaster okay. hebt, dan wil je niet dat er iemand daar grandioos uitflikkert. Oh my god, dat is live rollercoaster tycoon. Moet het al kotsen? Het moet wat trager. Een ander voorbeeld dat ik leuk vond, is in de Pringelsfabriek in Mechelen. Want daar staat een Pringelsfabriek. Het machine waarmee dat ze die pringelchips maken, dat is een machine dat al 30 jaar oud is. Nu, om de paar keren sprong daar eens een pringelchips uit en viel de machine stil. De overbrenging, dus de metalen overbrenging tussen die machines, daar zat een bepaalde spanning op die dat eruit moest. En zij hebben dat proces opnieuw geoptimaliseerd. Maar dat gaat dus ook over hele kleine optimalisaties. Dus van Bon Jovi optredens tot pringelchips. Tot pringelchips. Ze maken de wereld beter. Tot de lijmverbinding op ketchuppotjes. Zo, de juiste hoeveelheid lijm op een ketchuppotje, dat het vast genoeg zit voor transport, maar niet ongelooflijk moeilijk is om open te doen. Wat doen die allemaal? Zij zoeken eigenlijk mensen, ingenieurs vooral, die met eindige elementen simulatie bekend zijn, die dat daar willen werken. Ze willen ongelooflijk uitbreiden, omdat ze veel werk hebben. En dus ze zoeken liefst mensen die weten wat eindige elementen simulatie is en daarmee kunnen werken? Of kan je ook opgeleid worden om dat te kunnen? Ze zoeken mensen die advies kunnen geven bij nieuwe productontwerpen, bij de materiaalkeuze, dus ook materiaalkundigen zijn zeker werk om mechanische of thermische prestaties, het optimalisatie van bestaande ontwerpen. Vaak zit er in de laatste 2% of 3% van productontwerp zijn er enorme winsten te halen aan hele kleine veranderingen, die simulaties daarin. Het is een redelijk klein team qua grootte van sponsoren. Ik denk, een paar maanden geleden hadden we bedrijven met 50, 60 ingenieurs die sponsoren. Dit is echt een redelijk klein team. Die zoeken gewoon nieuwe mensen. Een gemoedelijke sfeer staat er hier. Er zijn quizzen, er zijn filmavonden, alleszins. Ik denk dat het plezant is. Het zijn ook gamers, dus dat kunnen geen slechte mensen zijn. Waar vinden ze informatie, mensen die meer willen weten? Wel, gemotiveerde ingenieurs die hun team willen versterken, kunnen gaan kijken op indurium.eu/nerdland. Ik zal Indurium nog eens spellen voor jullie. Dat is indurium.eu/nerdland. Dat weten jullie dat je dat schrijft. Indurium.eu. Het is een Europees georiënteerd bedrijf, ongetwijfeld. Alle links uiteraard in onze show notes. Daar vind je de juiste connecties. De show notes zijn natuurlijk te vinden op podcast.nerdland. Nee, maandover... Wacht hoor, wat maandoverzicht... Shownotes.nerdland. Ja, maandoverzicht.nerdland.be. Komt er ook uit, voilà, ja. We hebben een catch-all gezet, want liever scheiden kan. Niks onthouden. Lieven weet nooit de dingen.nerdland.be. De show notes worden ook gelinkt in de notes als bij de podcast. Dus als je maar gewoon blijft klikken, dan komt het erop uit. Voilà. Indurium, de sponsor van de maand. Dank je wel. Oké, en daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik dank Els Aert. Dag. Ik dank Jeroen Baert. Doei. Hetty Helsmoortel. Met veel plezier. Natta Kerkhoffs. Ajusjes. En Kurt Beheid. En ik dank natuurlijk jullie om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Dag. Dag.